Oké, leg eventjes uit. Wat gaan we hier precies doen, Marvin? Nou, jullie wouden graag opgemaakt worden. Ho. Dit is even een goede wenkies, hè? Wow, yo! Dit is zo spannend. Oh my god, Emma. En ik ga samen door de drive. Ik zal eens even met je poog spelen. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. Nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. Ja, sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje! Hey, maar als jullie nu toch aan het schommelen zijn, laten we even een wedstrijdje doen wie het verst van de schommel afspringt. Ik ga dat niet doen met mijn enkel, gek. Kom op. Nee. Wow, jij kwam echt ver, hey, Benny. Let's go, mensen, zie je nog? Waar kwam jij? Tot daar? Hoppa, kom dan. Het pakt jij niet jong. Oh, maar we zijn alweer verder, hoor. Nou, zal ik ook nog even gaan? Nee. Je moet je benen wel echt intrekken. Ja, anders komt het eten op de grond. Schommelen is eigenlijk leuk, hè? Ja, het is echt leuk. Die moet je in je tuin zetten, maar. Maar ik kreeg net een beetje de slappe lach en dan is schommelen best wel eng. Komt-ie. Ja. Jit! Wow. Oeh, bijna net zo ver. Net iets verder natuurlijk. Net iets verder. Het scheelt niet veel, hoor. Kijk, mijn hak kwam hier. Ja. Nou, goed. In ieder geval, lekker weertje. We kunnen niet eten. Het was best wel grappig eigenlijk, want toen wij aankwamen hier, toen was het net droog, want het was gaan regenen. En toen vroegen we van, nou, we willen graag even wat drinken en eten bestellen. De keuken is dicht, want het is heel slecht weer vandaag. Nu schijnt de zon de hele tijd. Maar ik snap het wel, want het is gewoon... Onvoorspelbaar. Onvoorspelbaar, inderdaad. Het is gewoon de hele tijd het een en dan de ander. Het is echt absurd. Maar goed, dan gaan we even richting het dorp van Zeist. En dan gaan we daar eens even ontbijtje halen. We zijn in ieder geval een lekkere wandeling aan het maken. Goed begin van de dag. Benny op zijn vrolijkst. Vitamine D. Vitamine D, zegt hij. Ja, nee, ik zie het ook. Ik zie dat jij vitamine D in je gezicht hebt gekregen nu. Dit begint heel vreemd te worden. Dat is mooi, hè? Wat is dit? Dit is mooi, hè? Niemand kent dit. We zijn aangekomen bij de wortels van Zeist. En dit is wel echt bizar. Maar dit is eigenlijk altijd zo bij bomen. Hè? Ja, dit is dan wel een extreem grote boom. Maar dit is dus wat je eigenlijk nooit ziet. Maar dit heeft een boom altijd. En kijk hoe ver die wortels gaan. Die wortels gaan helemaal tot hier. Misschien nog wel verder. En daar is de boom. Hoi, yo, boom. Lange wortels. Yo, boom. Hoi, yo, boom. The path of the caterpillar. Dus het is een rups. Dat is een rups. Ja, we zaten te kijken wat voor kunstwerk dit precies was. Maar misschien voor vogels of zo. Of het is dus een rups, ik weet niet. Hier kijk, zie je Mickey Mouse. Als je daar kijkt, zie je Mickey Mouse? Kijk, in het midden, Mickey Mouse. Mickey Mouse? Ja, met die oortjes zo. Oh ja, dat is Mickey Mouse, ja. Mickey Mouse. Oh joh, inderdaad. Ik snap precies wat je bedoelt. Mamen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Mickey. Hallo. Hoi. Oh joh. Oh maat, zo'n muts wil ik ook. Ja, dat is... Oh, oei joh. Dit is echt dik. Ik dacht even dat je een muts bedoelde als Mickey. Maar oh. Dat is wel gangster. Stel voor, jij zou een vogelspotter zijn en je moet de meest zeldzame vogel lokken met het meest rare geluid wat je kan maken. Wat voor geluid zou je maken? Hey, ben je toevallig echt volgespotten? Ja, serieus. Heb je wel voedsel? Ja. Dan wil ik jou horen. Ik wil eerst die van Marvin weten. Marvin, begint een beetje... Oké, goed. Die is duidelijk ergens anders naar op zoek. Nee, de kippen zorgen ervoor dat de vogels bijeen blijven, hè? Goed. Kutte. Ja, is er net schijnt zon. Ja, ik snap wel dat ze geen eten serveren daar. Het is gewoon shit weer. Nu regent het in één keer wel hard. Ja, het geluid dat ik zou maken is... Knol power! Ik wist het. Oh, fietspad. Is dit een fietspad? Oh, yo. Ik dacht dat het voetpad was. Hoi! Weet je wat echt leuk is? Nou? In dit slootje zitten twee zwanen, al heel lang. Kijk, hier zit de een en daar is die ander. Ja, klopt. Die horen bij elkaar. Ja. Dat is schattig, hè? Die gaan nooit meer weg. Nee.
En als de ene doodgaat, blijft de ander voor altijd eenzaam. Ja, zielig hè? Ja, dat is het verhaal met zwanen. Maar is toch... Kijk, gaat nu naar die ander. Dat is toch met ons ook zo. Klopt, sowieso. Zullen we hem terugroepen? Oh joh, jij kan echt goed. Nice. Dat is de neppe versie. Kan je dan ook iets zeggen? Wat wil je dat ik zeg? Knolpower. Knolpower! Ik vind het eigenlijk bizar dat een zwaan in zo'n vieze sloot zo wit kan blijven. Is dat niet een talent? Dat is inderdaad wel vreemd, ja. Ja. Dat is mij nog nooit opgevallen, maar ik kijk nu zo naar die zwaan en ik denk, hoe kan die zo wit zijn in zo'n vieze sloot? Met allemaal groene smurrie. Zijn hoofdje is wel iets donkerder. Ja, omdat hij de hele tijd in het water zit te prikken. Ja, hij valt dus niet om bij het zwemmen. Of hij gaat nooit onder water, want hij is echt spierwit. Hij is echt spierwit. Maar vogels kunnen zichzelf helemaal zo uitschudden en zo, hè? Ja. Jij kan ook schudden. Kan ik zeker. Bas dit. Bas dit. Shout-out naar alle TikTokkers. Tijdens niks zijn eigenlijk wel echt super benieuwd wat die zwanen nou precies gaan doen. Want die ene zwaan die er dus aankomt, die gaat hier een meeting hebben met zijn maatje. Gaat die met een maatje aan het maken, hoor. Wij gaan er eigenlijk vanuit dat ze een hartje gaan maken met z'n tweeën. Oh, wow. We hebben een hele gekke tunnel. Ja, maar hij moet stoppen, hoor. Hij doet heel zijn hoofd onder water. Ja, hij moet even een beetje opschieten. Een beetje slow. Die zwaan daar zo, is niet normaal, hè. Die camera is zo goed dat als ik heel even mijn vinger in beeld doe, dat hij daar op scherp stelt. Dat is echt bizar. Maar stel je ziet hem zo met zijn hoofd onder water. Heb toch geen idee. Kijk dan. Toch geen idee wat het is. Nee, dat ziet er wel raar uit. Plastic zak of zo. Ja. Yeah. Nou, schiet ervoor. Ja, zo kan je niet zijn, maar hij laat hem wachten. Of hij moet per se thuiskomen met wat lekkers te eten of zo. Dat hij nu nog even snel zoekt. Het is wel laat, man. Zij staat gewoon toe te kijken. Dat is echt niet normaal. Kijk dan. Hey! Dat is niet normaal. Hey, maatje. Hey, maatje. Ja, kijk, zijn er bijna, Wij zijn nou de vogelspotters. De vogelspotters, ja, echt hè. De zwanenspotters. Oh, wat gaan ze doen, De ontmoeting. Kijk dan, even bubbeltjes maken, bubbelbadje. Kijk, hij maakt zichzelf schoon nu. Oh joh. Kijk, hij maakt zichzelf gewoon schoon. Ja, hij maakt zichzelf schoon. Dat zijn wel echt mooie dieren, joh. Dat zijn echt mooie dieren, hè. Maar hoe raar is die nek eigenlijk? Kijk hoe lang die is. Heb je ook altijd, als je naar zwanen kijkt, dat je een beetje het gevoel hebt alsof dat ene zijn die geëvolueerd zijn, zoals Pokémon? Dat is zeg maar de volgende stap is. Ja, echt, hè? Dat is wel zo. Ik snap wat je bedoelt. Ze moeten even samenkomen. Ze moeten even... Ja, dat gaat nu gebeuren. Kijk. Er komt nog een eend aan van links. Kijk. Daar ben ik. Dat is Benny. Ja, maar het gaat vandaag nog eens opnemen. Ze zijn een nestje aan het bouwen. Zie je dat vrouwtje daar? Die pakt allemaal blaadjes en dingetjes en legt het allemaal daar zo bij zich neer. Zie je dat? Nou, zo gaat het dus. Goed, ga verder. Helaas. Kom eens kijken. Waarom valt me dat nu pas op, joh? Je ziet er altijd. Ik moest even denken, ik moest serieus even in jouw gedachtegang denken. Toen dacht ik, oké. Even wat lekkers uitzoeken, maatje. Lekker smeren met een bekeltje, lekker doen. Lekker. Hé, waarom heb je geen knolpauw mondkapje? Ja, die ligt in mijn auto. Oh my god. Mijn wel, hè? Tuurlijk, altijd. Yeah. Jezus. We gaan even lekker wat smikkelen uitzoeken. Een hele fijne dag gewenst. Nou, dankjewel. Ziet er goed uit. Lekkere bagel. Oh. Hey, smakelijk. Goed ontbijtje dit. Oké, leg eventjes uit. Wat gaan we hier precies doen, Marvin? Nou, jullie wouden graag opgemaakt worden. Ho. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Gewoon eens de rol omgedraaid. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Nou, dat was wel zo. Het idee is als volgt. Jij maakt ons op. Ja. En dan degene die het beste is opgemaakt. Nee, die het mooiste is als meisje. Ja, het mooiste is als meisje. Die heeft gewonnen. En dat gaat de kijkers via Instagram laten weten. Ja, en ik heb van mezelf gewoon hele naturel make-up. Dus ik zei al, eigenlijk moeten we dan eventjes naar de winkel gaan om wat extremere make-up te halen. Dus nu zijn we hier bij de winkel. Het enige eigenlijk wat ik weet is foundation voor de beginlaag. Maar daarna, ik heb geen idee wat ik verder moet kiezen, moet pakken. Maar ik denk dat wel dat ik wat extremere... Oh, ik zie het al. Ik denk dat ik dit neem. Deze. Oogschaduw. Zwarte oogschaduw. Ja, deze wil ik graag. Ja, en ik heb hier ook al foundation. Je hebt een beetje foundation gekozen, want je wil graag dat je het heel goed ziet, hè? Juist. Ik heb wat donkere foundation. En ik wil hele grote lashes. Goede volume. Big lashes. Ga je ook nog wat kiezen, maatje? Of, ja, ik ben even aan het... Ik heb natuurlijk nog nooit gestaan. Je kunt ook nepwimpers doen. Nee, dat mag Thijs wel voor kiezen. Maar... Dit is eyeliner, hè? Oh ja, wenkbrauwen moeten ook. Ik krijg tips van. In de eyebrow pen. Ja. De wenkbrauwen? Waar haal ik iets voor wenkbrauwen? Hier, deze is eyebrow. Ik heb de eyebrow maar dit is wel licht, hoor. Je moet donker. Ik ben meer... Mijn kleur is het donkerste. Is dit
Ja, die is donkere. Nee, ik neem deze. Nee, die is te licht. Ja, die. Sorry. Deze neem ik. Jij niet? Ja, ja doe mij ook maar. Wow, allebei of niet? Ja, hoor je mijn stem? Ja. Arrrr. Deze, die zijn nog wel redelijk natuurlijk. Oké, okay, neppe wimpers. Ik merk wel dat we even goede hulp krijgen van Myron en dat dat ook wel nodig is. Oh, lippenstift. We hebben hier lippenstift. Ja, die moet ook, hè? Die moeten we ook nog kiezen. Die daar, deze. Deze is een mooie kleur. Ja, als jij die wil, dan pak maar maatje. Het is serieus zo erg verwarrend om als man zijnde iets te zoeken bij de make-up afdeling hier. Ik meen het, er bestaat zoveel. Dat is niet normaal. Kortsluiting. Ja, dat is echt kortsluiting voor ons. We zitten hier eens te kijken bij al deze schappen. Check dan. We hebben echt 100 soorten lippenstiften, soorten eyelashes, neppen, gevulde. Je hebt een soort van stiften waardoor je wenkbrauwen, of niet je wenkbrauwen, je wimpers gaan groeien. De ene zit olie in, de ander niet. Oogpotlood, oogschaduw, je hebt alles. Het is absurd, het is echt bizar. Maar volgens mij hebben we nu het plaatje compleet, toch maar? Ja, ik denk het ook. Mooi. Ik werk toch alleen even voor een andere voor jullie wenkbrauwen. Kan je wel goed mensen opmaken? Denk het wel. Weet ik niet eigenlijk. Je hebt het nog niet zo vaak gedaan. Goed. Alle vertrouwen. Ja? Ik denk ik ook wel. Ik denk dat het sowieso leuk is dat we gewoon niet zien wat jij doet. Want dat is zeg maar het idee. Dat Thijs en ik kiezen alle spullen uit. En Myron gaat de spullen die wij hebben uitgekozen of ons gebruiken. En dan daarna uiteindelijk zien we hoe we eruit zien. Oké, we zijn thuis. En we gaan alle drie een gokje doen hoeveel stappen we vandaag al hebben gemaakt. We zijn namelijk best wel ver gaan lopen. Het dorp in en uit. Daniel. Dus laten we per persoon een gok doen hoeveel stappen we denken dat we hebben gelopen. En dan gaan we uiteindelijk kijken hoeveel stappen we hebben gelopen. We beginnen bij Thijs. Ik heb al een hele tijd getal 4800. Wow, ik had die ook. Ik had dat serieus ook. Serieus, ik wil ook 4800 zeggen. Ik heb die al een hele tijd op de terugrit in mijn hoofd. Sinds ik had dat ook. Serieus? Okay, ik ga dan voor hoger, dus dan ga ik voor 5000. Ik denk eerlijk gezegd 4400. Ja, misschien ook wel lager. Ik denk 4400. Oké, ik ga voor 4600. Ja, en jij 4800. Ik blijf steady bij de 48. Oké, goed. Nou, dan kijk Thijs maar als eerste. Wow! 5252. Oh my god, ik dacht als het niet 4800 is, is het 5200. Dat zat nog in mijn hoofd, maar ik denk dat is veel te hoog. Nou, jij zit er 400 vanaf. Ja, dan zit ik sowieso te veel. Ik had bij mijn 5000 moeten blijven. Stommer. Hoeveel heb jij? 5300. 5300. Oei, oei, oei. 5314. Dan ga ik eens even kijken. Hoeveel heb ik? Oh, wow. Als ik had gezegd wat Thijs had gezegd. Wow. 4800. Wow, 4800. Ja. Hoeveel zei jij? Echt ziek. Ik zei 4400. Dus ik zit er ook 400 vanaf, net als jij. Ja, jullie zijn de winnaar. Alleen jij zei, jij zit er 450 of zo vanaf. Ja. En ik 430. Dus ik ben net even wat dichterbij dan Thijs. Nee. Maar we hebben eigenlijk alle drie ongeveer hetzelfde gelopen. En toch verschilt dat dan wel. Ja, maar we zijn met z'n drieën de hele tijd bij elkaar geweest. Ja, dat klopt. Maar ik heb vanochtend had ik al meer dan Thijs toen we bij de eerste punt waren. Okay. Dat ik dan hier in huis blijkbaar toch meer loop. Ja, het gemiddelde wat Myron elke dag wil halen is 10.000. Het gemiddelde wat ik elke dag wil halen is 5.000. Maar dat heb ik al bijna gehad. Maar ja, we hebben al veel gelopen. Maar goed, we hebben hier dus allemaal make-up artikelen liggen. Ik denk dat we even de camera's klaar gaan zetten. Dat Myron dan bezig gaat. En dat Thijs en ik dan worden opgemaakt. Nou, daar zitten we dan. Daar gaat die maatje. Goeie wedstrijd gewenst. Yes, jij ook maatje. Ik heb het beste van het beste uitgekozen. Dus ik hoop dat dat mij gaat helpen winnen naar de overwinning. Ik zie die dingen alleen, bro. Ik kan al zeggen, eerlijk. Niet jouw kleur, man. Niet mijn kleur, nee. Niet jouw kleur. Nou, we gaan het zien. Oké, ik heb mijn pet al eventjes afgedaan. Maar wat is de eerste stap? Wow, jouw haar is echt nu zo lang. Maar ja, helaas voor jou gaan we het helemaal zo doen. Serieus? Helemaal naar achter. Ja, tuurlijk. Maar we moeten toch ook bij je voorhoofd kunnen. Maar de eerste stap is foundation. En ja, ik weet zeker dat er mensen gaan zeggen van ja, ze doet de verkeerde volgorde. Dat kan kloppen, want ik ben geen make-up artist. En ik niet? Kijk, ik dacht dat wij... Dan zitten wij verkeerd. Ja, ik dacht dat wij een professional hadden ingehuurd. Ja, toch? En ik kijk eigenlijk ook nooit Nikki tutorials. Oh, dan zitten we helemaal verkeerd. Wat we wel zeg maar aangegeven. Dan. Ja, we hadden wel aangevraagd of Nikki tutorials. Nou, misschien wil ze dat wel een keer. Zou wel leuk zijn. Weet je wat me echt sick lijkt? Die viral video, die 50-50 power of make-up. Ja. Dat een keertje bij mij. Nikki, zullen we dat doen? Dat lijkt me echt leuk. Oké, okay, Myron. Ja, ik heb hier een... Blow us away. Yes. Okay? Let's go for it. Ik heb hier een cover stick. En daar doe ik altijd even een beetje de buisjes mee weg. Yes. Serieus? Nou, dan ben je nog wel even bezig, denk ik. Nee, valt mee. Cover stick. Nooit van gehoord. Een cover stick, inderdaad. Ik denk dan gewoon letterlijk aan een koffer en een stok.
Zo, ik moet even bij Thijs. En de kapstick. Oh ja, je hebt spul in haar. Een beetje aanlaat. Zo, je hebt echt een goede ademsappel trouwens. Thanks, man. Yo. Dit is de rol, hè? Mannelijk. Ja, jij hebt wel een mooi hoofd. Ah, maatje, dat is echt zo lief. Gewoon aan de zijkant, kijk eens recht vooruit. Ja, wel goed hoofd. Mijn side profile zegt. Ja, sick. Zo, en dan. Kan jij je pet zo andersom opdoen zodat je haar dan zo blijft, zeg maar. Dan heb ik hier de foundation die jullie zelf hebben uitgekozen. En ik ben zeer benieuwd of dat de goede kleur is. Ik denk heb ik namelijk niet. Jullie wouden deze. Nee. Normaal gesproken vind ik dit echt super naar. Want ik heb ook echt een hekel aan zonbrandcreme opsmeren. Ook al doe ik het wel altijd. Want hey, bescherming voor het huidje is belangrijk. Maar nu vind ik het op zich wel prima. Ja. Is het koud? Ja, nee, het is niet koud. Het is juist gewoon... Oh, ja, dat aanstippen op het begin is een beetje koud. Maar sowieso respect hoor voor meiden die elke dag de make-up routine doen. Oh mijn god. Ja, sommigen hebben ook echt een make-up routine van 3 kwartier. Dat is niet normaal. Ik bedoel, ik weet dat Myron altijd echt heel erg snel is met de make-up. En ja, ik zelf doe gewoon bed op en klaar. Ik doe nooit iets op mijn gezicht qua zalfjes of iets of wat dan ook. Je hebt sommige mannen die doen wel bijvoorbeeld voor de acne, voor de buisjes of wat dan ook, een zalfje op of iets doen of wat dan ook. Of reiniging of onder de douche, een soort van scrub of zo. Maar ik doe dat echt verder nooit. Dus ik ben eigenlijk vrij snel klaar. Dus dit is al veel langer dan normaal. Maar goed, ik ben juist daarom benieuwd hoe het uiteindelijk wordt als de hele make-up routine is geweest. En de pijngrens van vrouwen ligt ook sowieso veel hoger. Want soms doet Myron iets bij mij dat ik denk van iets met mijn haar bijvoorbeeld, omdat mijn haar nu best wel lang is. Doet dat echt pijn bij mij en dan zegt Myron, ach, stel je nu zo aan, een beetje. Ja, het enige lastige is dat jullie baard hebben. Dus ik weet niet of ik daar dan gewoon doorheen moet. Ik denk het niet. Ik denk tot de baard. Oh. Ik haal hem wel af. Moet ik hem eraf halen, mijn baard, even de video? Doe maar. Nee. Nee, tuurlijk niet. Oh mijn god, dat was zo vet geweest als je dat deed. Nee, ik heb het laatste al een keer gedaan. Oh, nooit meer. Oh. Thijs is zo'n ander persoon als zijn baard eraf heeft. Dat is echt bizar. Maar sowieso, ik denk, als je iemand kent die altijd een baard heeft, en dan in één keer niet, dan is dat zo wennen. Dat is echt niet normaal. Het ruikt niet echt bepaald lekker, deze foundation trouwens. Wat hebben we deed nou? Die een beetje snot gaan. Beetje vochtig maken. Nou komt hij in mijn gezicht. Ja. Ik denk serieus dat hij bij jou nog... Bij Enzo is de kleur al echt niet goed, maar ik denk bij Thijs nog minder. Maar wat is hier niet goed aan dan? Ja, je ziet gewoon... kijk, je moet altijd lekker maar kijken naar het nek en je hoofd. Oh, naar dit en dit. Qua kleurverschil. Ja, maar dat is toch gewoon goed? Ik heb Oompa Loompa. Een beetje. Oompa Loompa. Je moet straks... foto maken, een nieuwe foto voor je idee toch? Ja. Dus dat doen we daar gelijk eventjes. De make-up zit er zo op, maar kunnen we zo gelijk even naar het gemeentehuis. Heb jij ooit gemeentehuis? Gemeentehuis. Gemeentehuis. Zo vervelend, maar je zegt dan iets en ze heeft het niet toch. Ik melk dat helemaal uit dan. Ja, jij melkt het helemaal uit. Wat wilde je vragen? Heb je ooit mijn ID-kaart gezien? Nee, die heb ik niet gezien. Nee? Volgens mij niet. Maar ik heb echt zoiets doms gedaan. Ik was toen bij het gemeentehuis en toen zat ik in zo'n pashokje. En toen had ik een klein beetje gel in en mijn pet overheen. En wat ik toen deed voor die pasfoto was ik pakte mijn haren vast. Ik deed al mijn haren omhoog, dat ik een hele hoge kuif had. En toen ging ik die foto maken. En nu zie je ook gewoon dat er geknipt is in mijn kuif voor die foto. Zal ik hem laten zien? Ja, zo raar. Ik heb echt, ik denk een van de raarste ID-foto's ooit. Ik doe dus zelf nooit foundation, dus ik vind foundation ook echt moeilijk om op te doen. Want je krijgt zo snel vlekken met foundation, heb ik het gevoel. Dus er zijn sowieso vrouwen die nu kijken van nee, wel easy, maar ik vind het echt moeilijk. Maar inderdaad, als je nu de kleur van dit ziet en dan de kleur van dit, dat is wel echt een groot verschil. Goed, dat is de foundation. Ga ik even bij jullie beiden kijken of het goed ingeblend is. Dit is mijn foto die ik maakte in het ziekenhuis. En ik weet niet waarom ik zo blij was om in het ziekenhuis te zijn, maar kijk. Wat de hei. Zo blij was zo ik. Zo blij. En die foto ook uitgereikt, of niet? Ja, maar dat is ook heel raar, want dan vragen ze zo aan je van, nou, hier is de camera, lach maar even. En dan moet je echt zo vet random in één keer zo... Ja, wow. Zo raar. Zo'n soort van webcam of zo. Die foto is echt raar. Ik ben zo blij hier. Omhoog kijken. Is je ogen gewoon. Wat is dit eigenlijk? Smeer dat in mijn haar. Wat doe je dan? Ach, stelt werken. Oei, yo, je maakt een gekke lijn. Ja, zo'n kaaklijntje. Waarom smeer je dit overal zo? Ja, dat is voor de highlight, gaan. Highlight. Ik wil dat ik het poppen. Omhoog kijken. Oh! Ik raak je ogen niet. Dat voelt wel zo. Ik voelde echt alsof je mijn ogen in mijn ogen gaat deppen. Omhoog kijken. Ik dep niet in je oog. En je dept heel te mooi. Zo!
freaking amazing. I'm looking like a snack, I feel like a snack. Well, maar joh, jij ziet er echt wel serieus goed uit, man. Glad huidje. Is dat zo? Nu, de wankies. De wankies. Hier, kijk deze foto. Maar joh, dat is een letterlijk jongen, ja. Jullie hebben dezelfde kleur, ja. Ziek, hè? Die is wel een goede foto, toch? Ja, maar jongen, jij. Zoals je ziet op de foto van mijn ID-kaart, ik heb wel een kuifje daar omhoog gedaan, maar je ziet het niet zo heel goed meer. Hij is even een goede wenkies, hoor. Wow, yo! Wow! Oh mijn god! Eigenlijk zou ik dan nog even moeten plukken, maar ja, dat wil je natuurlijk niet. Wow, dat is echt goede wenkbrauw, hè? Ja, mijn wenkbrauw ben ik altijd wel blij mee. Ik laat je soms epileren, zo daar tussenin zo. Ja. Als ik naar zo'n huisverzorging weet, laat ik zo lekker in het stoeltje zo, komkommetjes op de oogjes. En dan pluk ik zo die haartjes weg. Even kijken, dan heb ik zelf deze. Wat is dat? Wenkbrauwgel? Staat al? En weet je waar ik wel een beetje tegenop kijk? Zo die wimpers erop plakken. Ik denk dat het echt moeilijk gaat worden. Ja, het is echt een hele goede wenkbrauw. Ja? Ja, man. Maar ook gewoon, als ik ze zo gewoon draag in het dagelijks leven. Het is zo mooi dat we niet weten hoe we eruit zien. Ja, hij heeft echt goede wenkies. Ja, je hebt echt goede wenkies. Bij jou gaat het echt heel verschil maken. Want kijk, jij hebt overal donker. Tijd heeft overal donker. Ja. Maar jij hebt alleen hier donker, een beetje donker. Ja, en als dit wordt licht. Maar dit moet één wenkie worden, dus dat wordt wel een uitdaging. Je noemt het ook wenkie. Het is geen wenkbrauw, maar een wenkie. Ik wil inspiratie. Jutta, leer dan. Ik wil mijn streepjes. Ja, ja, snap je? Wat voor streepjes? Ja, dat ken jij niet. Maar zo'n oog, zo'n uiteinde. Dat krijgen jullie beide. Ik wil één make-up. Hoezo beide? Dat is, heb ik toch gezegd dat ik dat wil? Ja, maar ik doe toch de make-up. Ik wil toch de wedstrijd winnen? Amy Winehouse bij. Nee, dat wil ik. Ja, dat is hetzelfde. Oh. Nee, doet zij dat ook? Amy Winehouse doet ook zo. Ja? Zo'n puntje. Nee, maar ik wil precies zoals Jutta leert dan. Dan noem je toch een wing? Ja. Zie, ik weet ben. Een wing? Ja, man. Hey, wings. Blijf naar voren kijken. Oh, pas op mijn foundation. Oh. Heb je een dagje lijstje anders gekregen? Maar voor deze aan elkaar. Ik heb dit al zo vaak aan jou gevraagd of ik jouw make-up mag doen, maar jij zegt altijd nee. Nee, en nu dacht ik van, weet je, oei joh. En nu dacht ik van, weet je, ik stel het zelf een keertje voor. Je mag ons opmaken. Vanmiddag hadden we toch niet zoveel te doen. Dus ga je gang. Neem eens aan. Wat is er? Ik lach jou toch ook niet uit? Nee, nee, maar serieus mooi, maar het is even wennen. Ja, maar ik... Waarom doe je... Nee, ik lach er niet uit. Ik zeg tegen jou dat je er mooi uitziet. Maar ik zeg toch ook niet dat jij er niet mooi uitziet. Nee, maar je lacht me wel uit. Hij zit er ook ontspannen bij, hè? Nee! Wow, hoe de camera bijvoorbeeld ook hebt. Ho! Ik denk zo en dan doe ik met die donkere, die van Thijs. Goeie wenkies. Ja, serieus, heel nice. Ja, het is echt grappig dat we gewoon niet weten hoe we zelf eruit zien. Nee, inderdaad. Dat is echt grappig. Van wel elkaar. Waar je nou schrik in de spiegel? Positief, hè? Positief. Maar hij heeft nog een pruik voor jou, hè, zei ze. Ja, hier in ons spiegel. Ik ook al voor je de moet foto. Gewoon beide die pruik opdoen. En zo heeft Ennis ook wel goede wenkies, hoor. Ja. Ja, serieus. Echt mooi zo. Echt anders bij jou, want Thijs is sowieso gewoon donker. Oh, wat is het voor nat spul? Gel. Gel? Gel in mijn wenkbrauwen? Ja. Echt? Ja. Zoals ik ook in mijn haar doe? Ja. Dan blijf je wenkbrauwen gewoon een mooie model. Wat hek. Ik krijg straks ook nog haarlak in mijn wenkbrauwen. Wil je dat graag? Nee. Oh, ik moet huilen. Is dat erg? Ja, hij is gewoon aan het huilen. Ik moet eventjes afhebben. Hij is gewoon aan het huilen. Van het lachen. Jongen, jongen, nu al. Oké, okay, ja, die wenk, hier kijk ik ook wel een beetje tegenop. Tegen die plakwimpers. Je kijkt op tegen de plakwimpers wel? Ja, dat is ook wel moeilijk, man. Moeilijk. Is hij nou uitgelopen? Nee. Maar ik moet eerst die oogschaduw doen nu bij jullie. Welke kleurtjes wil jij graag? Kijk, past wel een beetje. Bij jou past wel een beetje die donkere. Ik dacht ook meer. Ik zat te denken misschien dan even op deze met de lipstift die ik in mijn achterhoofd. Begin ik eerst bij deze in de binnenkant van het oog. Een lichte kleur aan de binnenkant. Ja. En dan blend ik die in met een iets donkerdere kleur als je het goed vindt. Ja, je wordt wel een big upgrade deze week. Ik heb een lekker vitamine C'tje erbij. Heerlijk. Ja. Jullie. Thank you. Jullie doet het goed, meneer. Dankjewel, maar ik kan geen betere make-up artist wensen. Ja, oké. Ja, mensen. Wow. Wat? Dat is jouw oogschaduw. Yeah. Welke kleur heb ik gekozen? Ja, jij is zwart, maar die doe ik straks. Nee, ik wil zwart. Die doe ik straks. Maar hoezo eerst deze dan? Wow, joh. Omdat anders is zwart echt wel heel veel. Dus voor je ogen dicht. Wat is dit nou, oogschaduw? Ja. Waarom niet die zwarte? Die doe ik straks. Ja, ze biedt de make-up af. Ja, maar. Jeetje. Goed,
goed, nu de zwarte? Ja, dit gaat echt groot verschil maken, denk ik. Dit is mijn geheime wapen. Deze is dus niet bij Thijs. Wow. Wat doet dit met mij? Het maakt jou iets meer liefde. Doe niet zo! Doe even normaal. Hè? Ja, ik wil toch zo. Mijn nek doet pijn. Maar dan kan ik er toch niet bij? Mijn nek doet pijn. Moet ik jouw nek vasthouden? Hier komt straks de eyeliner nog op. Zo. Dan doe ik nu met Thijs hetzelfde. Ik word er gewoon moe van. Ik zou lachen. Ja, dit is wel echt. Dit is wel echt heel mooi hoor. Kijk wat hij er ook weer heeft lopen doen. Wat heeft hij gedaan? Zit hij op zijn benen, zit hij rondjes te maken. Zo. Ja, had hij helemaal zo'n rondje. Ja, dat doe ik soms. Weet je hoe ik dat noem? Insecten maken. Insecten maken. Kijk, want let op, als ik dat nou zo ga draaien, op een gegeven moment lijkt dat net of ik een insect heb. Ik heb hem bijna. Voel dat hij bijna rond is. Kijk, klaar? Let op, kijk. Net alsof er zo'n insect zit. Zo oh, zit hij een kostje onder of zo? Of is het echt een insect? Eyeliner. Oei, joh. Oké, wat doen we? Eyeliner. Okay. Oh, dat is niet fijn. Respect voor je talier dan. Oh, dat is echt niet fijn. Weet je wat ik me afvraag? Werkt daar je Face ID nog? Ja, dat is wel een goeie. You got the wing. Heb ik de wing? Dat zie je. Oh, joh. Ja, oh, joh. Ja? Ja, super nice. Zet je goed, bro? Ik moet die stoel ook vast. Ja, ik vind het zo naar. Ja, wij zijn er niet gewend dat ze bij de ogen zo'n stokje komt. Kijk of die gelijk is, dat is wel moeilijk. Nou, dat is oké. Is het oké? Up next. Jij bent Amy Winehouse, hij is Jutta Leerdam. Wow, joh. Wat doe je vanavond? Wat raar, ja. Ja, dat is heel vreemd, joh. Hoe serieus je mij? Wow, nou vind ik het echt heel vreemd hoor, man. Wow. Hoe serieus ik jou aankeek? Ja. Waarom lach je? Ja, doe jij. Ik vind het gewoon mooi. Wat eng dit, gek. Dit is zo vreemd. Je doet me ook aan iemand denken, man. Jutta Leerdam. Hè? Jutta Leerdam. Hoe heet die film met zo'n prinses zit en zo'n wolf of zo, zo'n weerwolf? Roodkapje. Nee, nee. Dat is toch Roodkapje? Film. Ja, Roodkapje. Nee, zo'n vrouw en die gaat dan met zo'n wolf trouwen of zo. Beauty and the Beast, volgens mij. Jij denkt op die Beast, man. Ja, serieus. Is dat echt? Oh, meen je dat? Ja, echt waar. Oh, dank je wel. Oh my god, jij ziet er super uit. Waar ben je dadelijk als man gekleed? Hey. Zo. Die lippen ook. Kun je nu die wimpers knallen? Ja. Oh, ga je die wimpers knallen? Oh mijn god. Niet lachen. Sorry. Ik had bij Thijs eerder. Ja, vind ik ook. Ik vind het zo spannend. Schat, even sorry. Rusten. Ik wil het niet. Even wachten. Blijf. Hij heeft ook gewoon mijn broek vast. Kijk eens nu omhoog. Mooi, Joost. Mooi, Joost. Dat staat. Yo man! Ik moet huilen. Niet huilen. Wow, die wimpers doen echt zoveel. Ik moet huilen. Ik heb een servetje. Oh. Ik moet huilen. Je moet deppen, niet vegen. Ik wist het. Schatje! Niet nu. Schatje, het is allemaal werk van niks geweest. Ga niet weg. Blijf deppen. Oh, dat is echt niet goed. Die wimpers komen tegen mijn wenkbrauw. Ja, omdat ze zo lang zijn. Nee, dat meen je niet. Je moet even je ogen dicht houden hier. Ik ben bij Thijs straks meer getraind, want dit is de eerste keer dat ik dit bij iemand doe. En dan straks bij Thijs. Jezus, schatje. Doe eens nu. Ik moet zo erg huilen, ik zie bijna niks. Ik zie bijna geen shit in die nep wenkbrauwen. Wenkbrauwen, hè? Nep wenkbrauwen. Hij ziet heel het wenkbrauw. Ik zie bijna niks. Ik doe even nog een beetje mascara op. Ja, denk ik ook. Ja, zo. Hij zit omhoog vast. Kijken. Hij zit niet vast. Omhoog kijken. Sorry. Wacht even, ik moet deppen. Dan deze. Zo naar. Wat voel je dan? Nu kijk uit, want er zit mascara op. Wat voel je? Ja, tranen. Tranen van
van geluk. Zo is goed. Schat. Hé, hey, wacht even. Tranen van geluk. Ik voel me zo zelfverzekerd. Wow, maar ik vind het best mooi eigenlijk. Nee, maar hoe zeg maar die wimp is geplakt. Ja, dat is serieus. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou lukken. Oké, we doen deze nu. Oh my god. Oh, ik moet weer heel erg nodig houden. Jeetje, mijn zin niet moet deppen. Kan iemand even de kamer vasthouden? Ik moet deppen, anders loopt het eigenlijk weer. Oh, jullie willen wel aan het huilen weer. Nou, dan is Thijs aan de beurt. Je doet dat, hoor. Volgens mij ben ik ready. Oh, dit was echt verschrikkelijk. Dit was echt even strijden. Oh, jij vond dat lijntje, dat vond je ook niet fijn. Nee, toch? Dat vond ik voelt die lijm ook gewoon. Oh ja, die lijm. Jij hebt ja. Ik ben echt blij dat ik als eerste ben. Want nu kan je zien hoe het bij Thijs gaat. Op een gegeven moment, joh, ik zweer jou, ik zat te veel meer. Wow, echt mooi man, die ogen zo. Nee, maar ze zijn echt goed geplaatst. Maar hij heeft ook echt goede blauwe ogen. Ja. Dus spreekt er ook echt uit. Ik van die. Je wordt er echt emotioneel van dat je dat zegt. Van die vragende oog. Dit is zo grappig. Weet je wat ik het allermooiste vind aan hier wonen gewoon? Dat ik dan wakker word en geen idee wat er gaat gebeuren. Nou, zit ik op een stoel en dan krijg ik make-up op mijn eindjes erin. Het is zo mooi dat jij zelf niet kan zien. Oh, ik ben weer aan het huilen. Oh my god. Ja, dat vind je mooi, hè? Je weet nooit wat je te wachten staat op een dag. Nee, echt niet. Goed, daar gaan we dan. Dit wel nog. Ja, dan ook wel. Mooi, joh. Ziek, hè? Ik voel me zo... Oh, het kriebelt op mijn oog. Ja, maar mijn wimpers komen tegen mijn wenkbrauw. Ja, bij jou ook. Ja, bij mij ook. Oh, de kietel is op mijn ogenleden. Als ik knippen. Maar het is misschien even wennen. Denk ik. Kijk hoe goed jij ermee omgaat. Wat bedoel je? Dit is zo'n goede vlog. Ik zou echt niet weten hoe ik dit bij mezelf zou moeten doen, zulke nepwimpers. Ik heb er moeite mee om door mee iemand anders te doen. Zo, doe ik ook nog even een beetje mascara. Mag ik hem open doen of zo? Ja, je mag hem open doen. Moe. Wat is er? Deze kant. Ah, yo. Yo. Wat doe je nu? Wat doe je nu? Blush. Wat doet blush? Maakt contour. Dat maakt contour? Je maakt van die warme wangetjes, weet je wel? Van die blote wangetjes. Oh, dat is schattig. Dat is cute. Dat is Pikachu. Oh, dat is heel schattig. Vooral die baard. Oh my god. Bij jou is het nog erger dan bij hen. Oh ja. Wat ik ook weet. Ja, je dacht echt dat je meisje. Ja, serieus. Dan doe ik nu van mijzelf highlighting powder. Kom maar. Doe maar eens bij Thijs. Gast. Het spelletje van jou. Hij is weer verslaafd aan het spel. Ja. Kiss of the sun. Maar dat is zo'n rondje toch op je neus? Zo'n glans. Ja, precies. Ik weet best veel, hè? Verbaas je dat? Ja. Laatste plaats. Wat is dit? Een highlighter. Shit. Een poeder. Jeetje. Some people want it all. En nu de lipstift en dan zijn we klaar. Is dat echt zo, ja? Ja. Jeetje. Jullie hebben beide wel echt zo'n hemvorm in jullie bovenlip. Dat is wel echt mooi. Thank you. Ik zou dat naar Annelies hebben. Is je mond open? Nee, niet zo. Gewoon een klein beetje. Ik heb meer karakter in mijn bovenlip, huts. Jeez. Doe jij maar een beetje zo. Maar niet te erg. Een heel klein beetje en dan is het niet zijn kleur. Het is best een hele leuke. Is het erg, ja? Nee. Jullie hebben deze kleur zelf gewoon uitgezocht. Ik denk serieus dat deze kleur die Thijs ook mooier bij jou was geweest. Ruikt wel lekker. Ja, wow, deze ruikt echt lekker. Doe ik even wat in zijn neus. Doe nu een beetje. Een beetje zo fake. Wow, jouw lippen zijn zo heftig. Wat dan? Je hebt zulke heftige lippen. Je hebt echt grote lippen ook. Mm. Dit is niet zo. Wat dan nu? Wat ga je vragen? Oh mijn god. Doe ik nu jouw pruik even op? Ja, jij ook hoor. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh.
Hoe kom je aan die pruik? Oh! Deze was van een escape room. Oh my god. Oh mijn god, nee. Ik heb hem. Ja, het is oprecht goed zo. Ja, het ik wil meelachen, maar ik zie niet. Dit is oprecht goed. Ja? Dit is maar zo, zou je opzwaaien? Zo raar. En nu? Waar is nu de vervolgstaan? Dit is echt heel erg. Hij is ook zenuwachtig, helemaal bewegen met zijn handjes. Ja. Oh my god, ik ben hier zo niet klaar voor. Zal ik hem laten zien? Nee, doe maar niet uit. Ik ga ook gelijk douchen nou. Komt ie, ja? Ik ga hem laten zien. Het is zo echt. Dit is echt zo mooi, dit met dat raar zwarte haar. Oh mijn god, dit is echt heel erg hoor. Oh mijn god, die lippen ook. Ja, die zijn ook wel mooi. Wow, ook omdat je een zwart shirt aan hebt. Oh, ik ben Jenny. Oké, nu bij Enzo. Goed, daar komt ie. Pas op voor mijn make-up, hè. Ik doe maar aan iemand denken. Mijn ex. Nee, nee. Weet je wie je lijkt? Op Michael Jackson. Nee, no, no joke. No joke. No joke. Is het echt zo? Ja, is echt zo. Je hebt dezelfde kin ook. Jamone. Oh, hij is gewoon kapot hier. Dek hem maar uit. Oh, yo. Oh, bitch. Corvette, Corvette. Yo. Oh mijn god. Maar vind jouw reactie wel meevallen op mij? Het is gewoon, bij jou is het gewoon clean. Ja, het begint wel een beetje vreemd te worden, maar het is alsof het klopt bij hem, hè? Wow. Hoe heet die van een songfestival? Oh, die man met die baard. Iets met worst heette die toch? Machita Worst. Ja. Was dat het niet? Ja, volgens mij wel. Doe ze heel onschuldig kijken naar de camera. Wat was dat dan? Ja, ben je klaar voor? Ja. Oh my god. Oh my god. Wow. Ja, maar kijk, bij mij zie je gewoon echt duidelijk dat ik een man ben. Ja, bij Thijs. Oh, wat zeg jij? Bij Thijs is echt goed gelukt. Nee, dat vinden jullie van vast. Elkaar. Ik weet iets heel moois. Wow. Ja, maar die lippenstift is wel goed gekozen hoor. Want dat is juist een ander contrast met de rest. Want deze kleur past heel goed bij het haar. Die kleur komt eruit. Ja, maar rood zou ook heel goed nee, zijn. Nee, deze wel goed. Oh my god. We moeten zo erg mensen gaan bellen. Ja, we gaan nu even mensen bellen. Doe eerst Milan. We gaan even in de spiegel kijken samen. Ja, laten we. Kom mee. Ik weet niet hoe ik me moet voelen. Ik voel me ook zo vreemd. Oh, wat de heck. Ja! Ja, die. Ja! Ja, zo zou jij ook nog mee kunnen met die van. Volgens mij hebben we ook nog een blonde pruik. Ik ga even snel kijken. Damn, looking like a snack, baby. Moet hij nog zo overdreven kauwgom eten? Nee, ja. Nee, ik ga niet meer. Die van. Oh, dit voelt echt zo ongelooflijk raar. Het is echt heel erg vreemd. Als je naar het schermpje jezelf ja, kijkt, is zo bizar. Hè, Johnny? Johnny. Johnny en Anisha. Johnny. Johnny. Yo, so fool. Yo, fool so for this. Hey, what's up, man? Where are you? Hey, put the camera away, please, man. We gaan even wat mensen bellen en kijken hoe ze reageren. Laten we mijn moeder bellen. Oh my god, oh my god, Emma. Oh, hey. Wat zien jullie er fantastisch uit? Oh my god, dankjewel. Oh my god, Emma, hoe is het met jou? Oh ja, oh my god, I'm shaking. Geweldig, oh wat mooie lippenstift. Jouw kleurtje, hè, man? Ja, dat is echt fantastisch. Oh nee, echt. Dus je herkende ons wel meteen? Ja, natuurlijk. Nou, nee. Wie zijn jullie dan? Ik ben Ingrid. Ik ben Jenny. Jenny en Ingrid? Ja. Nou, echt. Ik denk dat wij hele dikke vriendinnen worden. Dat weet ik wel zeker. Ja, zonder twijfel. Ja. Oh, echt. Ik ben ook wel jaloers op jullie haar. Oh, fantastisch. Jij van die hele mooie krullen. Oh, mijn opskeer. Fantastisch! Oh my god! En je, oh, kijk, je voelt bij de mooie! Oh, dat is super!
Schrei uit, meid. Schrei uit. Nou, man, dikke 10. Ja, ik zit hier net. We hebben net een shoot gedaan, kijk. Oh, wat goed. Hi, Frank, of wie, oké. Hi, cameraman. Hi. Mam, hij is zo cute. Vraag zijn nummer aan mij. Voor mij. Voor mij. Ja, hij is getrouwd en hij heeft al... Ik kan gewoon kapot, hè. Ik heb een paar huwelijken erop zitten. Alles kan kapot. Nou, wij gaan weer verder bellen. Doeg, schat. Ja, ik vind jullie echt fantastisch. Oh, ik ben, ja, nee. Willen jullie mijn bestie worden? Ja, vind ik leuk. Zullen we dat doen met z'n drietjes? Dat is goed. Oh my god. Doei. Doei. Je bent ook ondertussen bezig. Ja, nee. Wat ben ik toch eigenlijk aan het doen, hè? De halfwege dacht ik echt, waarom doe ik dit? Dus soms denk je ook van, ik zit er nou echt te erg in, gewoon. Snap je wat ik bedoel? Ja. Nee, echt zo van, oh my god. Oké, wat, wie gaan we nog meer bellen? Milan. Milan, ja, Milan. Weet je wat we eigenlijk moeten doen? Ja, weet je wat we eigenlijk moeten doen? Ik weet dat Milan thuis is. We moeten eigenlijk gewoon naar Milan toe gaan. Ja. Hij is samen met Don, dan gaan we zo naar hem toe. Dat is wel geen, ja. Laten we dat doen. Ja. Wel, nu zei ik nog even. Oh ja. Oh ja. Moet je zo die naam verkeerd uit. Charles. Kijk dan, wat de fuck? Hey, Moppie. Moppie. Wat de fuck is dit? Schatje, kom je zo eten? Oh my god, Shahid en Gussie. Wat zijn jullie aan het doen, jongens? Wat zijn jullie aan het doen, jongens? Wij zijn ook vrij. He, we zijn met z'n viertjes. Twee jongens, twee meisjes. Oh my god. Alles kan kapot. Ah, Galit en Gussie. Galit en Gussie. Gaan jullie straks met ons mee? Even lekker aan die Marokkaanse thee. Ja. Die witte tanden zijn oké. Oh mijn god. Waarom lachen jullie, boys? Wat is er? Oh, ik denk dat ik een zeepje heb laten vallen. Oh, zal ik hem voor je oprapen, het zeepje, Galit? Ja, jeet, Galit. Koekoek. Oh, god, ik ben serieus een badkamer aan het verkopen. Hij is een badkamer aan het verkopen. Dat ik zo niet verwacht. Wat zijn die namen dan? Hallo, mijn naam is Ingrid. Mijn naam is Jenny. Ja, nee, Jenny. Oh, als je zo meteen naar mij bent, gooi ik je wel even op de buik. Nou, liever in een van je banen. Oh, mijn god. Heb je nog die ene douchekop en die harde straal? Oh my god, ik zoek nog een tegelde pot. Pot. Ah, kijk eens, hier hebben we de twee nieuwe mascottes. Tegelde potjes. Doe je dit voor een video of doe je dit echt gewoon voor de lol? Nee, dit doen we voor jou. Hij kan wel huilen. Ja, zie je dat? Hè? Ja. Chinese. Oh my god, gevoelige jongens, daar houden wij van. Ja, zo mooi. Hij kan wel huilen. Ze zijn er goed in, hè? Ja, echt, joh. Wat bedoel je? Hey, maar dan worden we uitgenodigd voor die freestyle, Gusé. Ja, oh my god. Ik heb ook lines. Kom, breng je freestyle. Kom maar, doe eens wat. Wauw, mijn lines zijn zo scherp. Het is net mijn oogschaduw. Oh my god, mijn lippen zijn getuit. Ik voel me net een jongen. Dirk Kuyt. Mijn naam is Ingrid, mijn haar is black. Ik kijk zo door je ziel heen, maar hou je niet door voor de gek. Nou, moppies, wij gaan er weer vandoor. Ik zet mijn haar weer in een strikje, ik zie je zo. Doeg. Oh my god. Dit was echt het beste idee ooit om op Gusé te bellen. Dit was echt goed. Oh mijn god. Een QC er ook. Oh, hij is een badkamer aan het verkopen aan QC. En wij bellen hem op met dit. Slechtste timing. Ik heb gewoon pijn in mijn schedel. Oh god, dat is niet normaal. Ik weet wie jullie nog meer kunnen bellen. Nou. Jongetje. Noël. Oh ja. Yeah. Noël. Noël. Ik doe dat. Noël. Nee. Replay alsjeblieft. Noël. Oh god. Noël. Jongetje. Noël.
Noël gaat zo mooi gamen. Ja, want ik zou met Noël even gaan gamen, maar daar komt hij niet echt van. Hoi. Heb jij er gedaan? Waarom stuur je mij een naaktfoto? Exactly. Bro, wat heb ik gedaan? Hey, niet met mijn fucken, want dan krijg je te maken met mijn bestie Shanny. Gast, wat ga je praten tegen hem? Kindertje. Oh my god, ben je ook een meid? Oei, joh. Oh my god, hij ziet er wel goed uit, hè? Oh ja, damn. Oh no, I hope I don't fall. Oeh, doe die haren maar snel maar goed, gek. Is die zo'n ploft op je hoofd? Lekker een plofkip. Plofkipje. Tak, tak, tak. Tik, tak, tak. Hij weet niet hoe hij moet reageren. Nee, zo mooi dit. Wij ook niet. Nee, wij ook niet. Nee. Wat ben je aan het doen dan? Gewoon lekker. Ik zag, je hebt een auto gekocht. En ik ga hem samen door de drive. Oh. Zal ik eens even met je poog spelen? Oké, laten we al, laten we. Zo. Ik kan niet. Oh, ik heb zoveel buikpijn. Oh, ik ben er echt aan de huilen. Oké, we gaan naar Milan toe. Nee, ik weet nog iemand. Alweer iemand. Wow, ik nou nog bellen. Kijk, die draaien in mijn ogen. Kim. Oh, Kim bellen. Oef. Mijn naam is Ingrid. Ingrid. Mijn naam is Ingrid. En als je me uitlacht, krijg je te maken met mijn bestie Shanny. Oh my god, wat ga je praten? Oh, Tammo. Hallo. Zien we elkaar toch niet? Wat kan niet? Ja, want je wat heb je? Wat is er aan de hand? Oh my god, ga je zo praten over ons? I'm shook. You're shook. Nou, ik heb niks gedaan, zij wel. Kijk die wimpers, ik heb ook gewoon net wimpers geplakt. Huh? Is op geen... Oh ja, ik zie je, ik tijd dat ook. Ja? Kijk hoe hij is, dat is toch helemaal vrouwtje. Helemaal het vrouwtje vandaag. Nou goed. Leuk. We love you, Kimmy. Love you, bitches. Bye. It's okay. Laten we naar Milan gaan. Ik denk dat Milan geen eens gaat lachen. Ik denk dat Milan gewoon zegt, what the fuck. Ja, wat heb je nu alweer? Ja, dat denk ik echt. Maar je moet je pruikje weer op, hè? Ingrid. Oh, ik ben er wel helemaal klaar mee, hoor, met die make-up. Kriebelt ook aan mijn ogen, joh, die nepwimpers. Ja, dat geloof ik wel. Het is gewoon zwaar aan mijn ogen, voel ik. Gewoon een paar gram erbij. Ja. Ik ben ook wel benieuwd hoe Malino gaat reageren. Oh, zo valt me aan. Denk het wel. Oké, laten we kijken. Kom, maatje, kom. Oh my god, het regent mijn haren. Wil je ook de haren op drinken? Haren. Waar is Milan? Hey. Wat de hel? Hey Milan. Wie zijn nou weer? Nee, nee, oh, wat? Jij ook? Oh my god. Oh my god. Waarom? Waarom niet? Nou, ja. Het is een nieuwe look van 2021. Ja, ja. Ah, ja, toch? What the fuck, dat zit er dan niet uit. Kijk die ogen, hoe mooi. Hoe mooi? Broeien, hoe mooi. Dankjewel, schat, dankjewel. Jij hebt ook inderdaad wimper extensions. Ja, wimper, plakwimpers. Oh my god, oh schat. Oh. Wat de hel. Wil je er eentje aftrekken? Nee. Ja, maar ik wil het eraf hebben. Zometeen wel, als ik een foto van jullie zie. Wil je eraf trekken? Nee. Nee, jullie moeten nog op Instagram vragen wie het mooiste is. Ja. Nee, ga ik niet meer doen. Jawel. Moet je wel? Ik heb hem. Dit is de verkeerde man, dat is jouw echte. Ik vlak die andere zitten. Oh, okay. Die zat meer vast. Yo, dat weer ook weer buiten. Kijk eens even. Oh nee. My god. Check dat weer een maatje. Kijk of Malino dat leuk vindt. Doe hem eens naar buiten. Kijk dat weer. Ga maar kijken. Wat? Hij vindt het gewoon superleuk. Ja, hij vindt het echt superleuk. Wow, de hagelt echt knijters hard. Kijk dan. Oh, hij gleed uit. Oh joh, hij vindt het gewoon leuk. Oh. Kom maar jongen.
Wow! Ik kon niet meer. Wow, dit is niet normaal hard, hagelt. Ja, hij voelt het helemaal niet, nee. Dus kom wel. Kom maar, maatje. Oh, fijn. Ah, ga meteen je studio in. We zijn in de badkamer. Oh, yes. Hier liggen make-up doekjes. We gaan het eraf halen. Het is mooi geweest. Ja, echt zo. Mooi geweest. Wel echt gruwelijk, hè. Check die twee kettingen van ons, van KP. Ja, allebei. Oh my god, check deze kettingen. Van KP. Ja, het blijft zo vet, hè. Echt, echt heel cool. Ja, bro, shiny. Ik dacht heel veel, je gaat jezelf zo'n kusje geven. Ja, maatje. Mooi, joh. Dat is ook pakken. Hou je ook lipstift erop met een doekje? Of wil je dat niet? Nee, de, die lichten moeten het eigenlijk weer doen, deze. What the f... En ze doen het weer. Beetje agressie van Ingrid. Je bent zomaar. What the heck? Echt ziek, hoor. Kijk dan. Nu dus het mooi is, sowieso niet alles gaat eraf, heb ik een gevoel. Deze doekjes zijn trouwens van de van Essence. Of ja, kijk, dit zijn ze. Van de BioQA. Ja, super awesome. Maar even serieus, zonder gein, hè. Shout-out naar alle make-up artiesten. Ja, of dat nou mannen zijn of vrouwen. Om met make-up te werken, zo knap. Dat is echt niet normaal. Myron die had al heel erg veel moeite mee. We hadden het sowieso niet voor elkaar kunnen krijgen dit zonder Myron. Nee. Maar ik vind het echt, ook mensen die make-up dragen. Of dat ook nog mannen of vrouwen zijn, echt respect. Ja, man, als je dit ook elke ochtend moet doen. Ja, het kost echt veel tijd. Respect, hoor. Bij heel makkelijk, weet je, gel en naadjes en zo weg. Ja. Een lijntje boven je ogen. Ja, dat is heel moeilijk best. Oh, dat moet je zo doen. Kijk. Hey. Oh my god, Ingrid. Is die make-up er daar af? Blijven we nog veel praten? Voor altijd. Hoe ben je op Ingrid gekomen? Ja, ik heb geen idee, hoor. Dat is gewoon spontaan. Maar zo is Ingrid ook. Shit, man. Ik keek zo, ik denk, ik heb bijna alles eraf. Mijn lippen zijn gewoon nog zo. Je wenkjes ook, hè? Of laat je die... Ja, maar mijn wenkjes zijn wel iets donker, maar die zijn sowieso een beetje donker. Zo, hier, kijk, check dit. Hier al een nieuwe leven bij jou. Oh, chill. Oh, chill. Ja, ben je al baard te zoeken? Zo, daar zit ook niks op. Had je ook niet af en toe het gevoel dat Mario gewoon helemaal je ogen zat te prikken? Ja, man. Maar met dat balletje zo, daar onder die ogen. Ja, dat puntje. Maar ik geloof wel dat dat niet in kwam. Dan had je dat wel echt gevoeld. Ja, het lijkt echt alsof het in je ogen komt, maar dat is niet. Ja, maar hebben we ook mascara? Zit daar ook nog op onze echte wimpers? Wat doe je toch? Leer aan je tongen dan? Wow, kijk hoe rood dit is bij mij. Wow. Ja, man. Wow. Bij mij is helemaal dit beschadigd. Wow, is helemaal gevoelig. Ja, ook al een beetje, hoor. Maar niet zo als jij. Ja, is echt niet goed. Mijn huid kan er echt niet tegen. Mijn ogen zijn helemaal kapot. Alles brandt. Ja, bij mij brandt het ook, man. Ja, dat is niet fijn. Ik ben er klaar mee. Laat jouw doekjes eens zien. Laat jouw doekjes eens zien. Dit is mijn doekje. Dat is echt niet normaal. Ook deze. Ik mijn gezicht nog wassen en dan afdrogen. Ik heb het gevoel dat ik gewoon van die vlekjes op mijn huid heb. Zo, klaar is Kees, mensen. Mooi geweest. Nou, we zijn weer in Zonderdaal. We zijn bij de Vlodders aangekomen weer. Kijk maar, Kees. De garage staat ook weer open. Krat, bier staan er weer bij. Kijk eens wie daar is. Maatje. Hé, hey, maatje. Kijk. Wie is dat? Kijk, jij dat. Dat ben ik. Ja. Krijg ik een knuffel? Kijk, kijk jij dat? Ja, dat ben ik ook, hè? Ja. Hey. Leuk. I like you, Katje. Ja. Hey, maatje. Dankjewel, jongen. Is goed met jou? Ja. Ja? Stress boven. Wat ben je goed bezig, hé, maatje? Hij heeft ook een mooi pakje aan. Lekker, man. Zo, had ik dat vroeger maar. Lekker bezig. Nou, dat doe je wel heel netjes. Heb je mijn brommer schoongemaakt? Ja. Ja? Dan krijg je nog een tientje van me. Mijn brommer was zo vies. Ja. Die hele kleine Yamaha, dat crossetje. En ik zei tegen Gio, ik zeg, als je hem helemaal mooi goed schoonmaakt, krijg je van mij 10 euro. Ja. Wat ben je aan het gamen? Wat een coole headset ook, man. Wat ben je aan het doen? Aan het spelen. Oh, Fortnite. Jij eerst ook altijd spelen. Ja, Fortnite. Dat speel ik nu nooit meer, hè? Ja, jammer, dat is wel zo. Mooie sokjes weer aan. Mooie knolpauwsokjes. Wat heb je aan? Hey, knolpauwshirtje. Lekker, man. Nou, ik hoor hier ook iemand schreeuwen. Hey, Milana! Hey. Heb je een mooi pakje aan, ja? Ja. Ja. Ja, hier die bank.
badkamer, de zee. Hoi, oh, joh, gek. Slimmerstuur. Hey, wat? Hey, fucker. Alles goed? Hoi. Hoi. Ja, ik ben nu in mezelf. Oh, Maaier lekker aan het koken. Echt super nice. Ja, wat er gaat gebeuren is dat Maaier die had voorgesteld aan Shahid en Samantha van, weet je, ik neem boodschappen wel mee. Dan ga ik lekker pasta pesto maken. Mijn favorietje van Maaier. Zo ongelooflijk lekker, echt goddelijk. Dus dat gaan wij straks lekker eten met z'n allen. En daarna gaan we een badkamer uitzoeken. Hoe chill is dat? Ja, dat wordt echt super vet. Dus Shahid die neemt ons mee. Die gaat alles laten zien wat er allemaal nu echt populair is. Wat echt helemaal hip is. Wat in is. Wat cool is. Wat er allemaal mogelijk is. Want ik denk dat je nog zal verbazen. Dus dat laat ik straks allemaal wel zien. Dat wordt echt super tof. Maar eerst kan ik mijn ogen niet afhouden van jou, Maaier. Nee, van het eten. Zo lekker. Wat heb je hier? Dit zijn uitjes. Uitjes met knoflook. Ja. Hier wat kip. Met wat. Ik zag dat je er net wat in deed. Ketchup. Een beetje van dat ketchup. Okay. Dat ketchup manis. En dan hier wat spekkies. Wat geitenkaas. Wat. Hoe heet dit ook alweer? Pesto. Groene pesto. Hier wat broccoli. Luciano roept weer Lamborghini. En hier tortellini. En pasta. En oh, lekker. Ja, die pasta is voor Gio. En die lust geen gevulde pasta. Oh, dat wordt echt in ieder geval heerlijk. Nou, zing dan. Nee. Zing dan. Nee. Jij kan het toch? Zing dan. Zing het. Zing het. Zing dan. Zing dan. Zing dan. Wat kan je zingen? Nee. Jawel. Jawel. Zing dan. Zing dan. Ben je duizelig? Ja! Ik schuif je wel weer aan. En maatje zijn mijn maken nog. Maatje! Hey! Hoop jij dat? Ook verstond. Wat dan? Ben je wacht? Ik kom nooit naar. Ik zorg wel dat je op je bestaat. Skit. Nou, Gio gaat even het motortje laten zien. Zo! Nou, die heb je zeker wel schoongemaakt hoor. Heel erg nice. Want hij was helemaal onder de mudder. In de modder. Onder de mudder? Zeker in de mudder. Hij stond helemaal onder de mudder. In de modder! In onder de mudder. In de modder. Nee, het is onder de mudder. Het is geen modder, maar mudder. Au! 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 Ja, hij ziet er super mooi uit, gast. Ik ben joh gek uit van je. Nee, joh gek. Wat doe je joh gek? Wat ga je eigenlijk doen? Deze zo ziet er eigenlijk zo makkelijk eruit. Maar ik hoef hem niet mee te nemen, hè? Hij kan hier gewoon blijven staan, maar ik wilde hem even zien. Maar hij ziet er super goed uit. Kijk eens even, helemaal gewassen en alles. Velg is mooi schoon. Alleen er zit heel veel stof op. Dat ja, er zit een beetje stof op, maar dat maakt niet uit. Maar voor de rest, ik ben helemaal tevreden, man. Hij is netjes. Hier nog een beetje vies. Een beetje vies, maar komt goed. Alsjeblieft, jongen. Dank u wel. Goed gedaan. Nu heeft Maaier het eten klaar. Ziet er zo lekker uit. En dan is dit nog even de laatste toevoeging. Lekkere geitenkaasblokjes. Oh, zo lekker. Nom, 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 nom. Dit noemen ze ook wel konijnenkeuteltjes. Zo, daar zijn we. Even andersom. Oh mijn god. Oh mijn god, hier staat mijn auto nog. Wow, ik was het helemaal vergeten. Ik ook. Ik zie hem nu net staan. Ik denk, wow. Ja. Wow, die staat hier echt al zeker bijna 2 maanden, denk ik. Wel langer. Misschien wel langer, inderdaad. Wow, wat ziek, hè? Ja, ik denk niet meer dat die aangaat. Nee, joh. Nee. Toen al amper aan. Ja. Nou, we zijn in ieder geval hier dus voor de badkamer. En kijk eens even. Daar zijn we. Hoppakee, ik heb er zoveel zin in. Ja, ik ben helemaal enthousiast. Ja, ik ben echt enthousiast. Is dit gebaseerd op jou, ja? Oh nee, oh. Ja, op zich zie ik jou. Weet jij dat? Ja. Nee. Ik zie dat op zich wel, hoor. Ja, maar dat is, ik ja, zie op zich wel een soort van karikatuurversie van Shahid. Ja, moet hij zijn haar. Maar is niet zo gedaan, hè? Nee, echt niet. Dus nee? Echt iemand die dit vermarkt en zo allemaal heeft getekend. Oké, goed. Wel heel goed. Wel heel goed. Nou, weet je wat wel een beetje het gek is? Ik ben hier echt al zo ongelooflijk vaak geweest. Maar ik heb nog nooit hier binnen gekeken naar wat er nou eigenlijk staat. Of ik ga hier meteen de trap omhoog. En we zitten boven, zitten we te praten over verschillende zaken en dergelijke. En dan drinken we wat koffie en dan daarna ben ik na mijn afspraak weer weg. Of we zitten daar in de grote loods, zitten we met karretjes te kloten of wat dan ook. Maar ik, serieus, ik heb... Nee, eigenlijk is dat
best wel raar. Ja, je hebt nog nooit een rondje gedaan. Ik heb nog nooit een rondje gedaan. Ik ben nog nooit naar achter gelopen. Ik ben nog nooit omhoog gelopen. Altijd vanaf meteen de deur. Hier zo naar boven. Of gewoon daar naar achter naar de loods. Nooit. Het is bizar. Het is eigenlijk wel interessant. Ja, maar ik voel me eigenlijk nu best wel schuldig. Maar als ik daarover nadenk, denk ik, jeetje, wat slecht. Ja. Nog nooit dat ik hier ben geweest, heb ik gewoon een rondje gemaakt. Maar reactie nu wel, zeg maar, team. Ja, het is wel een echte reactie. Ja. Want, nou, laten we dan eerst in ieder geval Myron even naar de goede kant op sturen. Als jij nou even hier... als jij nou even hier gaat zitten... Yes! Kijk, dan kunnen wij even naar de badkamer kijken. Laten we een serieus gesprek. Dit is wel oprecht leuk. Wat gaan we doen bij degene bij wie die dichtklapt? Wat gaat hij doen? Ja, stel voor, ik win. Maar je mag niet eerst voelen, hè? Nee, je mag niet. Je moet meteen drukken. Ja? Dus als ik win, mag ik het bad uitkiezen? Als jij wint, mag je de rest uitkiezen? Nee, ik weet iets. Als ik win... Ik weet iets. Ik moet het even voordelig voor mezelf maken. Nee, je moet ook meedoen, hè? Ja, weet ik. Als jij of ik win, ja? Is de badkamer gratis. Gast. Als jij wint, betalen we de helft. Dat is altijd voordelig. Is dat echt zo? Nee. Oké, we doen gewoon, het hoeft niet per se nu, maar de volgende keer dat we elkaar zien, neem een taart mee en degene die nu verliest krijgt de taart in zijn gezicht. Ja, vind ik een goeie. Hele goeie. Vind ik een goeie. Degene die verliest... Niet appel, want het doet pijn. Maar dat zijn dus twee taarten. Stel, voor jij verliest, krijg je een taart van mij en van mij. Nee, eentje. Ja, nee. Het is alles of niet. Als wij winnen en jij verliest... Ja. Dan gaat hij bij mij meteen als eerste gewoon dicht. Nee, douche eten. Ik heb haast. Ja! Let's go! Ik zei het gewoon! Wow. Ik wist het gewoon! Kijk weer! Oh, twee keer achter elkaar! Ja, kapot, hè? Ja, ik dacht ik test het even. Nou, gaan we het in een kort taartje kopen. Ik ben nu al het slachtoffer, maar laten we nu even nog één keer doen, zodat jullie ook nog kunnen klikken. Hoi! Ja, hoe bizar is dat? Ja, twee keer achter elkaar. Ik heb gewoon geluk. Oké. In ieder geval, je komt hier binnen. Wat staat hier al? Hier staan allemaal tegels. Tegels. Goed. Nee, maar we moeten even kijken. Want Myron, jij hebt ideeën van kleur. Ja, Myron die weet meer dan ik. Ja. In de zin van, Myron is tot nu toe meer met het huis bezig geweest qua designs, qua dingetjes in je hoofd, qua wat je ongeveer wil. Ja, nee, en eigenlijk is, en daarom zijn wij het power koppel. Want Myron stelt alles voor en ik zeg gewoon ja of nee. Ja, dat is het, echt. Ja. Dat is super. Ik kan nu, zeg maar, als verkoper zeggen van... dit is een mooie combinatie met... Oh, nee. Nee. Weet je wat ook zo mooi is? Maya en ik zeiden nog tegen elkaar. Nou, van wat nou als je niet alles, zeg maar, erbij pakt van zijn eigen woning, zeg maar. Vooral de gouden dingen waar wij helemaal niet van zijn. Nee, daarom. Dus ik zeg, daar pak ik het ook juist. Maar bij jou vind ik het wel mooi. Ja, maar dat is het. Als ik het bij jou zie, denk ik van wauw, wat super. Dit heb ik ook in mijn eigen woning, in de toilet. Ja. Dat is dat marmer. Maar je kan er heel veel mee combineren. Ik heb het dan met crème tegels gedaan, maar je kan het ook met grijze tegels. Weet je wat ik dus mooi vind? Maar dit komt dan serieus aan de muur te hangen bijvoorbeeld. Ja, en dat voeg je dan. Oké. Dit vind ik mooi. Ja, vind ik ook heel mooi. Dat is panda. Dat vind ik echt serieus super mooi. Even die pauze ertussen. Ja, vind ik ook mooi. Ik moet hier aan denken aan Cruella de Vil. Oh ja. Oh ja, inderdaad. Jeetje, je bent echt een verkoper, hè? Thuis ook. Weet je wat het mooie is? Kijk, ik ben ook wel van het zwart. Ik zou een zwarte badkamer ook heel mooi vinden. Net als dat ik een zwarte keuken ook heel mooi had gevonden. Oh mijn god. Is die deur open? Ja, wacht, hier. Waar? Oh mijn god, zag je dat? Nee. Wat is hier gedaan? Doe je? Nu. Ah, John Deer. Mooi. Oei, joh, dat zag ik gewoon, hè? Ik zag die band ook. Ja, ik zag het helemaal door het raam heen, alles. Ik dacht in één keer, wat gebeurt er? Oké, maar wat zei jij? Ja, dat ik zwart ook heel mooi vind, zoals dit, vind ik super mooi. Maar wij zijn het erover eens dat we het zo licht mogelijk gaan houden. Landelijk. Nou, landelijk hoeft niet per se, maar wel... Wat bedoel je met landelijk? Dat begrijp ik niet. Landelijk, dat je echt met lichte kleuren, met metrotegeltjes gaat werken. Of met zulke tegeltjes die zo landelijk, weet je, zulke stijlen. Ik heb er nog nooit van gehoord, landelijk. Ja, ik wel. Landelijk, witte meubels, gewoon Piet Boon-achtig, Jean de Bouvry.
Ik begrijp niks van wat hij zegt. Nee. En ik heb geen pichon broekie. Bibone. Het klinkt als een clown. Bibone. Applaus voor Bibone. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Nee, volgens mij is een landelijke stijl toch gewoon een beetje een gemiddelde stijl. Land. Kijk, je hebt expressionistisch, modern. Oké, modern ken ik. Ja, okay. Ja. Modern is wel mijn meer zwart, denk ik, of niet? Ja, kijk, Piet Boone. Heeft... Piet Boone. Dat klinkt als een Nederlandse volkszanger. Steltje, ja. Piet Boone. Jean des Bovry. Hij is ineens Frans geworden. Ja. Oh, oui, bonjour, madame Je Bovry. Ja, weet je, ik doe wel eventjes makkelijk voor jou, landelijk. Landelijke stijl. Nou, als de editor nu even wat dingen van Jean Baudrouvry in beeld kan laten komen, ik begrijp er geen stokbrood van. Kijk, dit is geen dit idee. Is super. Ja, dit vind ik ook mooi. Vooral hoe je dat nu gewoon zo erbij staat. Super mooi. Ja, echt. Nee, vind ik echt heel mooi. Ik vind dit echt dit mooi. Vind ik echt heel mooi. Als ik het oppakken, dan heb ik iets nog mooi. Niet van Jean de Bovry. Nee, Bovry de Dit vind ik ook mooi. Kijk, maar ik snap precies wat jij bedoelt, lieve schat, met de zwarte badkamer. Alleen, ik wil graag het liefst alles zo open en wit en groot mogelijk. En dat krijg je gewoon met zulke patronen, krijg je gewoon, vind ik, ook voor het oog, een veel grotere badkamer, zeg maar. Zwart sluit zo af en wordt zo klein. Ik vind het wel heel mooi. Alleen, dan heb ik liever een witte badkamer, die groot is, met een wit bad, en dan bijvoorbeeld de kraantjes zwart. Dat vind ik mooi. Kijk, ik had het vorige keer toen ik bij jou was over Carrara. Ik zou je toen nog beelden laten sturen wat Carrara is. Ja. Stond net bij Carrara. Oké. Kijk, maar wat je nu ook hebt tegenwoordig... Het is wel erg leuk om jou zo bezig te zien, want normaal gesproken dan... Is het maar een kut. Sta ik in de vijver of zo. Ja, dan is het vaak ouwe hoeren en zo. Heb je dit... Deze Carrara is net een boek, dus er lopen die lijnen door. Dus heb je twee grote platen, 1,20 bij 2,80. Of je hebt ook 1,60 bij... Maar dit is geen Carrara, dit is Statuario. Ja, dat is Carrara. Oké, dat is van het merk Carrara. Ja, oké, Calacatta. Wel mooi om te zien hoe enthousiast je bent over je eigen producten. Ja, maar daar ga ik heel goed op. Ja, dat heb ik door. Mijn leven, zeg maar. Ja, maar dat zie ik hier ook. Hier rij ik hem van. Wat zeg je? Hier rij ik hem van. Hier rij je hem van? Ja. Wat is dat? Hier is hij rijk van geworden. Nee, ja, hier rij ik hem van. Ja. Ah, zo. Ver te zoeken, hoor. Ja, ik begrijp het niet helemaal. Komt er dan elk jaar zo'n nieuw boek uit? Ja, man. Ja? Dit is van die fabrieken. Dit is het grootste kostenplaatje. Bemonsteringen van de showrooms. Bijvoorbeeld dit zo'n bok neerzetten. Al die... Ja, van die samples als het ware. Ja. Echt bizar. Maar hoe vaak wordt de showroom hier veranderd dan? Elk jaar komen er dus wel nieuwe collecties binnen. Ja, maar in deze... De trends blijven best wel lang, houden best wel lang aan, hoor. Oké, ja, want je gaat ons ook wel een trend geven die gewoon lang blijft, toch? Dat is misschien sowieso... Kijk hier. Dat is niet misschien. Sowieso. Nee, kijk. Dat is sowieso. Kijk, dit is mooi. Je kan verschillende patronen uitkiezen. Dit is een soort... Ze noemen dat open boek. Ik ken dit patroon. Ja, ik ken dit patroon. Ja, dit patroon valt maar gelijk op. Die willen we, dit patroon. Nee, ik snap wel waarom die samples zo duur zijn, ja. Nee, kijk dit. Hij ruikt ook echt gewoon als Calacatta. Ja, maar dit noemen ze aderen, toch? Ja. Nou, maar dit... Zo, wat enthousiast dat je... Ja, ik snap het helemaal. Ik vind het ook heel mooi. Dus je kan, kan je mij eens filmen als ik daarbij sta? Ik wil even weten hoe ik dan in mijn toekomstige badkamer sta. Of dat een beetje een goed plaatje is. Ja, ik wil eigenlijk ook groen nog in de badkamer, hè? Groen? Ja. Groen? Oh, wacht. Moeten jullie even meelopen naar de andere kant? Kijk of je dat mooi vindt. Oké. Daar zijn we luxe. Ja, die zo'n plantenachtergrond. Moswand. Ja. Mos. Het is een random tussenneus, leuk toch? Dit groen? Nee. Ja, dat is een groene toilet. Die heb ik zelf ontworpen. Heb je zelf ontworpen? Ja, het is gewoon een lege groene... Dit is gewoon echt letterlijk gewoon een groene toilet. Ja. Ik was de eerste in Nederland. Ja, als je van die kleur houdt, dan zo. Ik heb ze in roze, blauw. Echt? Ja. En, dat gekleurd sanitair ben ik een van de eerste die dat in Nederland heeft... Maar dat begint nu te lopen? Ja, nu massa. Eerst was het even niche-markt, zeg maar. De massa is? Kassa. Maar ja, eerst in een niche-markt is het eerst heel veel marge. Ja, dan ga je de prijzen zakken als iedereen gaat kopiëren en dan ga je de massa hebben. Niet te veel verklappen, hè? Hij heeft allemaal van die standaard zinnetjes. Je hebt die familie Gillis, hè? Stel, Shahid zou een real-life soap hebben. Ook een eigen real-life soap. Met die kinderen. En dan hoor je hem de hele tijd zeggen, dat is niet misschien. Ja. Dat is niet misschien, hè? Oh, dit heb ik gezien op de stories van Shahid. Want dit is een gedeelte van je nieuwe showroom. Ja, hier komen 25 nieuwe badkamers bij. Oh, joh. Ja, heel ziek. Ik heb hem niet gezien. Nice. Maar goed, wat moet je voor 25 badkamers? Verkopen. Ja, Carrara. Wow, ja, dit vind ik vet. Ja, dat is niet misschien. Dit vind ik echt heel vet. Kijk hier dan. Vind je dat groen mooi?
Wow. Gecombineerd met wit-groen. Wow. Ja, dit is wel gaaf hoor. Ik vind dit mooi. Ja, ik ook, maar dat groene niet. Nee, dat groene niet, maar dit vind ik wel mooi. Gewoon een zitje ook. Ja, dat kunnen we. Wil je zitten? Ja, dat is echt mooi hoor. Ja, ik vind deze tegels ook heel mooi, dat marmer. Zijn dat tegels, ja? Ja, marmer. Oké. Okay. Ja, dat is heel mooi. Maar die kun je dan ook dus in het groot. Dus dan heb je niet al die voegen. Klopt. Ja, want ik vind zonder voegen vind ik mooier. Ja, ik ook. Wow, maar dit is wel heel, dit is wel echt gaaf plaatje al, hé. Wat is, oeh, dit is, ja, maar kijk, dit vind ik, oeh. Ja. Nee, maar dit vind ik wel mooi, alleen het is te donker. Moet even een lichtje aan dan. Nee, maar het is ja, normaal gesproken is het wel wat lichter. Ja. Omdat er nu verder geen licht zit van boven ook. Maar ik vind het te donker. Ja, ja. Ook is mooi, dit. Ja, en dan hier zo vrijstaand bad staan. Dan kun je hier een flesje shampoo. Ja, dit vind ik ook heel nice. Dit willen we ook heel graag. Oh, dat kan trouwens ook niet mis dan. Zeg maar, van je dat muurtje neerzetten. Ja, precies. We hebben net de tekeningen laten zien aan Sheet. Dus hij gaat ons ook ongeveer vertellen van, ja, dan kan je dit daar doen, kan je dit daar doen. En ook als wij iets zien waarvan we denken van, hé, dat vinden we echt super mooi, dan zegt dus bijvoorbeeld Sheet van, ja, dat kan in de nis wat jullie hebben, omdat hij de tekening al weet en heeft gezien. Dus want zoiets als dit vinden we echt super mooi. Dan heb je twee van die spotjes, heb je zo'n hele rij van al je shampoos en dingetjes. Ja. Dat is wel echt heel gaaf. Dit kan dan ook aan beide kanten, want we hebben dan aan die kant zeg maar de douche en dan aan deze kant het bad en dan kun je gewoon je bad. Ja, dat wordt voor de kijkers later allemaal wel duidelijk. Maar ja, dit vind ik heel mooi. Ja, dit vind ik dan echt totaal niet mijn ding. Maar ja, dit, het ziet er wel heel ver. Als stel voor. Als je in een hotel komt. Juist. Stel, maar dat is het echt. Stel voor, ik kom in een hotel. Ik heb met Maaien een hotel geboekt. Ze weet van niks. Super romantisch. En ik zie dit en denk van, wow, ja, super dik. Vrijstaand bad erbij. Met steentjes eronder. Een paar rozenblaadjes op bed. Ja, super vet. Dat wordt bubbelen vanavond. Dat wordt bubbelen vanavond. Maar als ik dit zelf in mijn huis heb, zou ik het niet mooi vinden. Nee, dat heb ik dat is toch gek, hè? Hoe dat dan kan werken. Hoe dat dan twee kanten op kan gaan. Ja. Voor de kijkers, zeg maar, dit kan je zeg maar in de badkamer dan zeg maar bij het bad doen. En hier heb je dan voor je de douche. Heb je dan weer zo'n niche. Oh ja. Oh ja, die is wat hoger dan. Ja. Okay, ja. Maar dit is wel Hollands. Dit, degeltjes. Toch? Portugees meer, maar... Meer Portugees? Ja, ik dacht een beetje die bloemetjes zo, een beetje Hollands, beetje... Delft-blauwe tegeltjes met molens en... Ja, nee, maar ik snap wel, kijk, dit komt de vintage-achtige dingen, zeg maar. Ja. Gewoon die Spaanse, die meer die cementtegels, dus die Marokkaanse tegels, die dan op de vloer, die worden echt in cement gebakken. Dit is allemaal gekopieerd en van keramisch is dat gewoon gebakken. Oké. Okay. Dus dit zie je wel steeds meer in Nederland. Het was eerst nooit. En nu heb je dat echt nog. Wat kan jij iets laten zien bij jou hier, waarvan jij dus op het begin dacht van dat wordt helemaal niks en dat is gewoon een topproduct geworden? Daar ben ik echt benieuwd naar. Want je krijgt waarschijnlijk wel eens dingen, ook te horen van fabrikanten, dat ze zeggen, Sheet, je moet dit moet je gaan doen. Ja, klopt. En dat jij dan zoiets zegt van, nou, ja, klopt. Dat weet ik niet. En dan probeer je het en dan loopt het helemaal de gekte uit. Ja, dat had ik zeg maar met, dat was 7 jaar geleden, liep ik op de beurs en zag overal houtlook tegels, laminaattegels, allemaal in die houtstructuur. Ik zeg, ja, jezus. Maar meestal als ik op een beurs loop in Italië of Spanje, meestal na 3 jaar, dan zit er pas loop in. Okay. Dus op een gegeven moment, die eerste jaar dat ik daar kwam, dacht ik van, ah, het tweede jaar werd steeds meer dat hout. Toen heb ik het gekocht, heb ik een volle wagen gekocht. Ik dacht van, joh, ik had echt een jaar staan, gewoon af en toe een keer een metertje. Ik dacht, nou, dat wordt helemaal niks. En toen pas na 3-4 jaar, toen in één keer boom. En nu zie je het al wel weer helemaal weer teruglopen. Dus na 7-8 jaar, dan zie je het wel weer nu teruglopen. Nu zie je heel veel wat met vissen gaat tegen de wand omhoog. Ja, precies. En nu zie je heel erg die grote platen met die Carrara dingen, die marmerlook dingen. Dat zie je weer steeds meer. Ja, want dat lijkt me... Heel veel betonlook. Dat is gewoon safe. Heb geen gezeik, met zwart heel veel. Ja. Dat zie je nu wel heel veel. Ja, en dat merk je ook heel erg, denk ik, bij mensen met gietvloeren of betonvloeren. Dat is ook steeds populairder. Dat is ook wat wij willen in eigenlijk onze hele woning. Betonvloeren, garage, gietvloer. Ja, het is gewoon super mooi. Je kan ook steeds meer. Je kan er vegen in doen. En dat heeft wel een beetje de look inderdaad wat je hier ook hebt. Het is gewoon veilig. Het is safe. Bijna iedereen vindt het wel mooi. Dus ook als je later het huis weer wil verkopen, heb je echt een topbadkamer. Dus wat dat betreft snap ik die keuze. Want het is gewoon een veilige keuze. Ja, eens. Dat is echt heel veel mensen. Vroeger was het altijd gewoon zwart op de vloer. Wit tegen de wand. Af en toe een keer een wc'tje hoog met strookjes. Maar nu is het allemaal gewoon. Iedereen doet wel wat hij nu mooi. Ja, eigenlijk. Dat vind ik wel mooi. Ja, ik wou net zeggen. Eigenlijk, als je dan kijkt naar de badkamers van vroeger en nu, zitten nu veel meer variatie in. Ja. Vroeger was gewoon een badkamer, ziet er gewoon zo uit. Ja. Want ik, nu dus 12 keer dat ik ben verhuisd, heb eigenlijk van 8 verhuizingen, zeg maar, heb ik altijd een witte badkamer. Ja, dat is... Alle tegeltjes waren zo klein. Ja. En allemaal stukjes en gewoon alles was wit. Alles altijd wit. En nu heb je gewoon de wasbak andere kleur, toilet andere kleur. Je hebt inderdaad dat het mee omhoog loopt. Je hebt heel veel spotjes, wat echt steeds vaker terugkomt.
terugkomt, wat ik echt heel erg mooi vind, ook die spotjes. Ja. Komt dat het nu ook betaalbaar is en vroeger was het niet betaalbaar. Vroeger had je weinig van dit soort grootformaat tegels, betaal je er al 80, 90 euro voor. En ik denk mensen, ja leuk, maar dan ben ik 3000 euro tegels kwijt en dus ben ik mijn 500 kwijt met de tegels. Dus het is nu ook, de tegels worden ook steeds goedkoper omdat ze veel groter inkopen, veel meer productie is. Dus daarom zie je nu ook gewoon dat de diversiteit gewoon meer is nu. Ja. Dat goedkoper is. En jij hebt toch heel veel tegels die gewoon echt jouw kenmerk zijn van Tegeldepot? Ja, gewoon echt mijn eigen producties. Top. Dus waardoor je dan ook wat scherper bent. Maar je moet wel veel inkopen. Soms ga ik hier op je bek, dan is de kwaliteit niet goed, maar dat maakt wel wie je bent als bedrijf. Ja, zeker. Nou goed, dit wordt dus nog helemaal afgemaakt. Dus mochten er mensen zijn die zoiets hebben van, hé, ik ben wel eens nieuwsgierig hoe dat over een paar weekjes eruit komt te zien hier zo. Dan zou ik zeggen, wij zijn nu hier in Zeewolde bij Tegeldepot. En als het goed is, kan je binnenkort gewoon weer vrij hierheen komen. Maar voor nu moet je volgens mij nog een afspraak maken, of niet? Ja. Ja? Duidelijk, duidelijk. We gaan naar boven, dames en heren. Boven meer producten. Hey, have a sheet weer. Hey, box houden. Box. Hey, Ilko. Vind jij dat niet? Dat mannetje lijkt op Sheet? Mijn tanden, kijk op de grond. Ja, hier. Hij moet zijn Nou goed, nu zijn we... Oh, hierboven is lekker warm ook. Een verrassing. Een verrassing, ik ben benieuwd. Mooi huis, hoort wel iets mooi. Oh, joh. Elektrisch geladen. Ja, dit lijkt me zo chill. Een sunshower. Oh mijn god. Here comes the sun. Here comes the sun. Verdubbel je vitamine D niveau in de wintermaanden. Ja, maar wij hebben dit een keer bij een landbouwpark. Het werkt alleen als je kleren uit doet, schat. Wij hebben dit een keer bij zo'n landbouwpark gehad. En dan als je 's ochtends in het donker zo naar je douche loopt en je doet dit aan, dan heb je ook meteen het gevoel dat je wakker wordt. Ja. Had ik toen heel erg. Ja, ze zeggen dat het altijd heel erg goed is voor donkere maanden en donkere plekken. Dus ik zit al. Om alles even bij te kleuren. En het geel te houden. Nee, maar je wordt er niet bruin van, toch? Nee, het houdt de kleur vast. Dus zo, lach eens. Zo. Ja, echt ziek, hè? Zo, maar dit is echt knijters heet. Ja, dat is lekker. Hoef je je douche ook niet meer zo warm te zetten. Dit kan gewoon. Dit, ja. Oh, dit is... Alweer schok. Dit is niet heet. Nee, dit is infrarood, dit is heet. Oh, dat is wel heet, qua zeg maar dit. Die wordt wel heet. Nee, het wordt niet heet. Het gas wordt niet heet. Nee, het glas wordt niet heet. Dit houdt zich weer. Dit glas wordt ook niet heet. Kijk, okay, kuitenbrander. Kuitenbrander? Ja, mooi ook. Dus voor sporters, zeg maar. Wat is het verschil tussen deze en deze? Dit is infrarood en deze combi. Dit is zeg maar zon voor je vitamine D. En als jij zegt van ik heb gesport en ik heb spierpijn of weet ik wat. Goed voor die doorbloeding van je spieren. Ja, gewoon warmte. Ziek, hè? Oh, dit is wel lekker, hè? Ja, dit is echt lekker. Ja, ik vind het ook echt chill. Ja, dit is echt wit. Ja, het is echt ziek. Jij kan er nog wel eens een bekertje over gebruiken. Oh, echt lekker. Oh, dit of dit jij? Oh, dan komt er een blijf. Dat is leuk. Ja. Heerlijk. Ja, dit is wel echt heel nice. Dus dit gaan we er ook in verwerken. Ja, vet. Hoe doe je dat uit? Ja. Zo, van je ook, zie je in één keer weer. Oké, dat is wel een goeie, dat bestaat, hè? Wat ze allemaal verzinnen, dat is ongelooflijk. Oeh, ja, dit vind ik mooi. Dit vind ik zo mooi. Dat vind ik echt heel erg nice. Dit is volgens mij ook helemaal in, hè? Dat je die spiegels aan en uit kan doen met zo'n knopje hier. Kijk, deze krijg jij. Heb je deze kleur? Oh, nou, we hebben niet gekozen, maar deze krijgen we. Ja, maar jij vindt dit mooi, zeg maar. De... Dat witte vindt Enzo mooi. Ja, en dan als jij zeg maar je tanden poetst, doe je geel. Maar dan lijkt je tanden witter als je. Zo teleurstellend. Ja, maar dat is wel ziek hoe goed dat werkt eigenlijk. Dat is echt niet normaal. Dat is heel gaaf. Ik vind sowieso wit licht mooier dan. Dat is echt heel vet hoor. Ja, ik vind wit licht ook mooier. Het gele hoeft eigenlijk voor mij niet. Ik ook. Dat is echt heel ziek dit. Maar zie je niet dat dit veel populairder wordt? Ja, dit verkoop ik echt in de massa. Ja. Ik heb een eigen fabriek van, zeg maar, in Servië. Volle vrachtwagens. Dus ze serveren goed. Ze serveren goed, ja. Heel ziek. Ja, echt. Echt nice. Oh, hier zit gewoon een vergrootglasje. Ja, dan zie je de realiteit. Ja, ik zat even tussen de wenkbrauwen te kijken. Oh, inderdaad. Oh, dat ziet er gek uit zo met de camera. Wow, check dit. Oh! Gaat hij op de kop zeker? Nee. Oh. Maar kijk hoe spacend dat eruit ziet. Wat hij scherp stelt, die camera uit zichzelf. Ja. Kijk in één keer nu. Woenk. Ja. Waarom moet je vanaf hier kijken dan? Wow, nee. Kijk hoe ver die kan scherp stellen. Het is echt apart. Sjoef. Oh. Dat was met je ring. Waar gaat hij dan? Oh, daar. Oh, ja,
knopje. Oh, is dat gewoon een knopje? Ik ben echt statisch, jongen. Ja, ik merk het. Ja, ik vind... Wat vind jij? Rond of vierkant? Ja, nee, ik vind ronde. Die ronde, daar, dat wordt hem. Ja, maar als ik je nu deze laat zien... Ja, kijk, oei, hier, ben benieuwd. Met wit, ja, ik vind het... Oh, dit vind ik ook wel mooi, zo'n staand bad. Ja, dit lijkt me echt heel lekker. Dat het water kan blijven staan dan, hè? Dat is wel bijzonder. De badkamer is ideaal. Ja, ja. Ja, heb je niet genoeg ruimte voor een bad? Alleen voor een douche? Neem dit. Ja, lekker. Zo! Jeetje. Hey, Myron. Hey. Die heb ik thuis. Die is heel groot. Maar nu ga jij een spiegel laten zien nog? Ja, kijk, weet niet. Zo, kijk maar hoe dit allemaal eruit ziet. Weet ik voor wat? Kijk, dit vind ik wel mooi. Ja, jeetje. Ja, maar zo'n grote badkamer hebben we niet. Echt? Kijk, als je dan, dit is toch zo mooi, gewoon die warmte eromheen van... Je kan, wij kunnen wel deze hoor. Ja, is dat zo? Ik dacht, ik wist helemaal niet dat we zo'n grote... Wij hebben sowieso een tweepersoons wasbak. Een meubel voor twee wasbakken, dus dan zou dit er wel boven kunnen. Zo. Het is 1,50 is het, maar je hebt er ook 1,20, snap je? Ja. Zo, dit is wel echt heel ziek. Maar kan ziek, dit ook met wit licht, want dit is dan geel licht. Ja, dit is, ja, op camera zie je dat het lijkt het wit licht, maar het is geel licht inderdaad. Ja. Ik vind het heel mooi. Even kijken, is dit wit licht? Dan kan je misschien het verschil een beetje zien. Oh nee, dit is niks voor mij. Deze is beter. Ingedrukt houden. Nou kijk wat wij hier... Maar deze, eerlijk, deze is heel vet, mensen. Ja, die is echt heel hier kan je even overdrukken, verschillende... Ja, ik vind dit vierkant dit is van mijn fabriek, al deze spiegels. Ik vind dit ook mooi hoor, zo'n vierkant. Nee, ik vind vierkant minder. Maar als je ook zo'n vierkant dit hebt... Ja, dat vind ik wel mooi. Ik vind vierkant wel mooi. Nou, ik ben heel snel om. Ik vind rechthoek mooi. Jij hebt een driehoek, ja. Okay. Nou, hier. Dit heb ik allemaal zelf bedacht, hè? Oh, het is wel geniaal. Kijk, hier heb ik deze. Deze heb ik gekopieerd dan. Maar we kunnen ook twee ronden doen natuurlijk. Maar dan minder groot. Nou, even kijken, even testen. Ja, dit was toch een gebruikbare showroom dit? Ik spoel even door. Oh, heerlijk. Ja, en die wc die jullie thuis hebben met zo'n verwarming, die vind ik ook wel echt top. Dit is echt zo super ziek. Ik heb alle lichten aangezet van de spiegels hier zo. En je kan echt super goed inspiratie opdoen wat wij dus nu ook aan het doen zijn. En al aardig wat dingetjes hebben we zoiets van, ja, dat willen we echt heel graag hebben. Dus dan kunnen we dat meteen noteren. Beneden is iemand bezig om alles een beetje vorm te geven met het programma. Dus die gaat dan laten zien van, oké, hier komt ongeveer het bad te staan. Hier ongeveer de spiegel en daar komen ongeveer de wasbakken. Dit is gewoon ideaal voor inspiratie als je hier zo ziet. Kijk naar al die lichten. Wow, dit is best wel spacend eigenlijk als je dit allemaal zo ziet. Maar kijk dan hoe vet. Ja, ik snap wel wat Myron bedoelt hoor. Want dit vind ik ook wel heel erg mooi. Een rechthoekige spiegel. Maar ja, als ik dan dit weer zo zie... Zo'n ronde, dan vind ik dat ook wel heel erg vet. Ah, lastig. Dat is wel echt heel erg lastig. Maar het is in ieder geval een hele vette showroom gedeelte dit. Dit is wel mooi. Ja, alles doet het toch gewoon? Ja. Vol open, joh. Dat is een lekkere sproeier. Maar hier kunnen we wel met z'n tweeën in. Kan je zingen onder de douche? Of In bad. Ik zat in bad. Gewoon in bad. Een beetje met het zoppende kleren. En weer eens twee kleine bobbels. Echt zo'n fout nummer eigenlijk dat. Maar goed, één ding weet ik zeker. Dat kan zeker. Ja. Wow, joh, dit is niet normaal. Hier kunnen we echt met z'n tweeën in. Hoppakee. Ja, we zijn dus al op zoek naar ook een vrijstaand bad. En ja, deze is wel heel erg nice. Maar ik vind hem niet heel erg lekker liggen. Mooi wel zijn, pijn lijken. Ja, maar je kan inderdaad wel wat we nu ook hebben, zo'n kussentje aan de achterkant leggen. Een kussentje. Dan ligt het wel beter. Het is echt super leuk om op deze manier hier lekker rond te lopen, in elk bad te gaan liggen, even testen als het ware. Nu gaan we op zoek naar kraantjes en wasbakken. Wat vind jij van deze? Ik vind dit heel mooi en dan dit zwart, dit meubel. Ja, ik vind dit ook wel heel erg mooi. Nee. Nee? Nee, alsjeblieft niet. Oh, sorry. Nee, ik wil nu niet mensen beledigen, maar ik vind dit... En dat past ook helemaal niet bij de stijl. Ach nee, dat past aan. Hij zegt wat een domme opmerking van mij. En zo, hoe kan je zo dom zijn? Die zwarte grepen vind ik super vet. Alleen... Met een karaar. Nou, ik vind het wel heel mooi. Maar goed, ik vind deze vooral heel erg mooi. Een mat witte wasbak. En dan met... Oh, kunnen we niet? Kunnen we niet een helemaal witte ding? Want hij wordt dus 1,80 lang, hè? Dus die wasbak wordt echt nog veel groter dan dit. Dat dit allemaal wit is. Ja, zoals je, wat je hier ziet. Maar ja. Dan die kommer zwart. En dan de kraan ook zwart. Dat is wel heel mooi, denk ik. Myron die heeft nu een dingetje. Gaat het even voorstellen. Je wil die kleur kraan? Nee. Komt-ie, oké? Okay? Hij wordt 1,80, hoorde ik net. Mm-hmm. De wasbak. Ja. Als we dan nou allemaal zoals deze doen wit, dus 1,80 wit, en dan met één la zo, of twee lades denk ik. Ja, want anders wordt die gammel. Twee lades. Mm-hmm.
En dan die kommen, maar dan in het zwart. En dan ook de kraan zwart. Van dat? Ja, maar dan een wit topblad, een zwart topblad. Wit. Wit. Is dat mooi, denk je? Ja, even kijken, want dan krijg je hem zeg maar even visualiseren. Ja, kan. Dit ja, wit, is dan wit, eigenlijk zwart. Allemaal wit en dan komt er een zwarte kom. Ja, dus alles is wit, behalve de bovenkant is zwart. Dan sowieso. Want je vloer wordt een beetje dat grijs antraciet achter. Ja. Dan heb je dat wit, wit en dan zwart springt de zwart weer uit. Even kijken. Dat lijkt me heel vet hoor. Want je muur wordt dan zeg maar zwart en laten we die kraan, zeg maar, die één hendel zeg maar, uit de muur komen ook zwart. Dus dan heb je sowieso dat mooie contrast, dus het komt goed. Nice. Trots. Als we haar niet hadden. Zo, echt hè? We hadden iemand anders. En een witte wc, hè? Ja, en een witte wc. Gaan we nu naar de pot? Nee, die hebben we toch net uitgekozen al? Nog niet. Maar nee, we hebben nog geen pot uitgekozen. Maar we hebben toch geen wc uitgekozen? Ja, want we krijgen dezelfde als bij ze hier thuis. Ja. Ik weet hoe die eruit ziet. Mooie kleurtjes. Ja. Ik vind dat serieus geniaal. Ik vind deze serieus ook echt heel erg mooi hoor, qua kleur. Ja, dit past wel goed bij jouw dinges. Ogen. Nee, even die vloer. Nee, bij je vloer. Dat is boven. Gietvloer. Ja, ja, ik vind hem wel erg mooi. Ik vind sowieso deze kleurtjes wel mooi. Maar ik zou ze dan wel alle vier ook zo op een rij willen thuis. Dat ik gewoon, dat hoef ik niet schoon te maken. Kan ik gewoon eerst die vies maken, dan die. Tegenover elkaar poepen. Maar je kan dit nemen en dan in het mat wit. Mat zwart zou ik niet doen, maar mat wit. Nou, die toilet gaan we sowieso wel uitkomen. Ik denk niet dat het moeilijkste is. Dat hoef je niet zo heel erg te combineren eigenlijk. Maar zo'n wasbak en alles, dat vind ik wel even wat lastiger. Maar dat heb je helemaal in je hoofd zitten. Je begrijpt het nu ook. En dus de douche dan? De douchekoppen? Dat wordt geregeld. De douchekoppen, ja, die zijn er ook nog. Ja, die gaan we eventjes kijken. Dus dit setje, zeg maar, wil ik gaan doen. Je hebt twee naast elkaar. Zeg. Dat wil hij gaan doen, hè? Ja, hij bepaalt het, hè? Kijk, dan wordt zeg maar die muur die dan... Wat is het? Ja, weet je niet. Ik vind het gewoon mooi hoe je bezig bent. Ja. Nee, maar je hebt die muur dan, zeg maar. Ja. Heb je die stang uit de muur. Ja. 30-30 regendouche. Ja. Pak je glijstang zet als je dat top vindt. Dat je twee glijstang zet je ook nog erbij naast hebt. Ja, denk het wel. Want je hebt zeg maar, deze twee, zeg maar, dan zo. Eentje hier, eentje hier. En dan achter nog twee handdouches. Ja. Dan heb je het, zeg maar, in deze stijl. Je kan ervoor kiezen dat je zeg maar, dit neemt, zeg maar, zo'n draaihanddouche. Of dat je zeg maar zo eentje erbij hebt. Ja, zo'n microfoon. Ja, ik denk die microfoon, ja. Ja, microfoon is wel chill. Ja, ja. Die dan. Ja, die komt dan daar. Maar dan niet in het goud, maar in het zwart. In het zwart. Ja. In het zwart. Ja. Nou goed, dat was in ieder geval het hele bezoekje hier. Of nou, niet helemaal al. Want er komt natuurlijk een vervolg. Ja, zeker. De eerste stap is in ieder geval gezet. Ja. En dan daarna dan, gaan we door naar... Leveren, plaatsen, oplevering. Dus dat, ik zie jullie al liggen in het bad. Ja. De douche. Ja? Dat ligt helemaal. Onder de douche. Zie je ons al liggen? Ja, je hebt van die lichtdouches. Viespeuk. Nee, ja, echt. Nee, ja, dat wordt super mooi. Als ik in bad lig, stuur ik jou een filmpje. Ja, goed. Ik moet dan op de wc, dus dat mag niet hebben. Ja, nee, dat wordt echt fantastisch. Ik ben echt super enthousiast. Ik ben echt heel erg blij dat ik... Hey! Hoi, yo! Daar staan ze! Oh, mijn god! Serieus tot ineens gaan! Ja! Hoi, yo! Hey! Onderbreekt ons zo, maar daar staan ze, hoor. Oh. Ja. Oh, je mag hem nooit onderbreken. Nee, nooit mag hem maar... Ja. Maar dit is top. Met één ding, zo. Zo mooi, hè? Hey, ma, dankjewel. Ja. Helemaal super. Nou, we gaan er weer vandoor. Ja, koud. Oké, dames en heren. We zijn weer thuis en perfect op tijd. Marjan en Thijs gaan zelfs nog heel even een rondje lopen. Ik dacht, ik heb me 6000 stappen ondertussen gehaald. Ik vind het wel best. Maar het is nu 9:50, dus ze hebben nog 20 minuutjes. En dan is 10 uur, avondklok. Die gaat er binnenkort wel vanaf als het goed is. Super chill. In ieder geval, ik vind het mooi geweest voor vandaag. Ik ga nog even een douche nemen en dan ga ik lekker slapen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden, shout-out nogmaals naar Sheet en Tegeldepot. Super tof dat hij me gaat helpen met echt een super dikke toilet, badkamer en alle sanitair dingen die erbij horen. Echt heel erg blij mee. Dus dat is heel erg tof. Ik check jullie morgen graag om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol, power.